Dames en heren, een goedemorgen. Van harte welkom. Wat ongelooflijk leuk dat jullie kijken. Welkom bij deze live uitzending vanuit Tilburg. Ik heet u welkom namens Bicens, namens CSU en namens Heijmans. Wat ongelooflijk leuk dat u kijkt. U ziet het, mijn naam is Rens de Jong, presentator onder andere bij BNR Nieuwsradio. En ik ga u door deze hele dag leiden. En we praten over een zeer actueel thema, namelijk het kantoor. Want ja, straks als al deze corona-ellende toch echt een keertje over is, dan gaan we weer met z'n allen naar kantoor toe. En laat u nou niet in de luren leggen, want het begin van de crisis zeiden we, misschien kunnen we die kantoren wel opdoeken. En nu opeens merken we dat we onze leuke collega's allemaal missen. Zelfs de minder leuke collega's begin ik te missen. Dus we gaan weer terug naar het kantoor. Het Centraal Planbureau heeft het uitgezocht. Ongeveer een dagje per week thuiswerken. En de rest gaan we dus weer terug naar kantoor. De vraag is natuurlijk, na deze crisis, gaan we dan alles hetzelfde doen als we deden? Of doen we het anders? Gaan we opnieuw het kantoor herdefiniëren? Gaan we nadenken over het kantoor en duurzaamheid? Het kantoor en gezondheid? Het kantoor en werkgeluk? Nou, daar, dames en heren, gaan we met jullie over praten. Over werken in de toekomst. En dat doen we met jullie. Ik heb een aantal hele interessante gasten, maar het is ook daadwerkelijk de bedoeling om dat met jullie te doen. En je kunt met ons praten. Ik zal proberen uit te leggen hoe het systeem werkt. In de linkerbalk zie je 4 iconen staan. En die zie je inderdaad nu ook in beeld verschijnen. Het bovenste icoon, dat is een soort groepsapp. Een soort WhatsApp voor iedereen die op dit moment aan het kijken zijn. Dat zijn er een paar honderd, dus dat kan best druk worden. Maar als je het gezellig vindt om daarin te kletsen, doe dat vooral. De tweede is de 1-op-1 chat. Als je nou iemand in de gastenlijst tegenkomt die denkt, hé, die heb ik al een tijd gezien, niet gezien. En dat kan best kloppen, want we hebben niemand gezien. Dan druk je daar even op en dan kun je 1-op-1 even chatten met die persoon. Dan de derde button, die is interessant, want dat is namelijk een soort grafiekjesachtige button. Als je daar vragen in neerzet, dan komt het ook daadwerkelijk hier de studio binnen. Dan krijg ik ze op een iPadje binnen die naast me hier ligt. En als je vraag enigszins intelligent is, dan zal ik hem ook voorleggen aan de mensen hier bij mij op het podium. Kom je er nou helemaal niet uit, dan is er ook de helpdesk. En dat is het 4e icoontje. En druk dat vooral in als je er helemaal niks meer van snapt. Nou, kortom, moet redelijk duidelijk zijn. Het is de hoogste tijd om te gaan beginnen, dames en heren. En we trappen af met 2 mensen bij mij hier in de studio. De een is voorzitter van de Raad van Bestuur bij CSU. De ander is voorzitter in de Raad van Bestuur bij Heijmans. Ik zou bijna willen zeggen, geef ze een hartelijk applaus. Maar dat horen we hier toch niet. Maar doe het maar wel. Dames en heren, we zijn heel blij dat ze hier in de studio zijn. John van Hoof en Ton Hille, kom erbij. Goed jullie te zien. Van harte welkom, John. Ja. Van harte welkom, Ton. Leuk je te zien. Even over mijn voorspelling en de voorspelling van het CPB. Hè, dat we wel weer met z'n allen voor een groot gedeelte naar kantoor gaan. 1 dagje in de week thuiswerken. Denk jij dat ook, John, of niet? Ik denk dat dat niet helemaal waar is. Nee? Nee, ik denk dat toch geprobeerd wordt om iets meer thuis te blijven werken. Oké, okay, ja. Maar het zal heel erg afhangen van de functie die je hebt. Het hangt natuurlijk ook af van persoonlijke omstandigheden thuis. Ja. Hoe fijn is die werkplek thuis dan wel niet? Ja. Dus jij gokt iets meer, zeg maar. Nou ja, ik denk dat, maar dat hangt ook heel erg van de sectoren af en de omvang van het bedrijf. Dus ik zie bij mijn klanten, bij onze klanten, zie ik heel verschillende bewegingen. Okay. Maar ik zelf schat in dat iets meer wordt. Oké, hartstikke. Tom, wat denk jij daarvan? Ja, ik sluit me wel een beetje aan bij John, waarbij ik het ook zelf heel prettig vind om weer dat gesprek aan de koffieapparaat te hebben. Ja, precies. En gewoon je collega's te zien. Ja. En zeker als ik kijk naar de creatieve processen, de innovatie, dan heb je elkaar ook nodig, moet je verbinding maken om die stappen te maken. Ja. Nou, dat hebben we in heb je het gemist? Ook. Heb je collega's gemist? Of niet? Ja, ik mis ze echt. Ja? Ik mis echt. Ja. En wat je zegt, hè, zowel de leuke collega's als de minder leuke collega's, als je dat mag zeggen. Ja. Maar nee, je mist ze echt. Ja. En die sociale cohesie is ook belang gewoon voor de bedrijven. Ja, ja. Hey, en heb jij ook neem ik aan? Nou, wat ik erop aan wil vullen, op wat Ton zegt, is wat je ook merkt, is dat we natuurlijk heel erg in silo's zijn gaan werken. Ja. He, dus de leidinggevende met eigenlijk nu. Ja, ja. Maar in de horizontaal kom je elkaar dus letterlijk niet tegen. Nee. En daar zit natuurlijk toch een stukje creativiteit, een stukje ondernemerschap in de bedrijven. Ja, dat mist. En dat is best lastig organiseren voor ieder van thuis uit. Ja, het is grappig. Hè? In het begin van de crisis zaten er heel veel mensen. Ja, de kantoren kunnen wel sluiten, et cetera. Nou, na wat is het, 11, 12 maanden zeggen we nee, we willen wel weer terug, toch? Ik denk dat er veel kantoren blijven, maar dat het wel anders wordt. Goed zo. Wij zijn hier vandaag omdat we vanuit Bicens
gaan wij straks een nieuwe naam lanceren. En dat is een samenwerking tussen jullie beiden en een aantal andere partners. Kun jij er iets over zeggen? Nou ja, het is inderdaad, het is al in 2015 hebben CSU en Heijmans elkaar getroffen om te kijken van hoe ga je nou om met het, de dienstverlening in kantoren voor de gebruiker. Ja. En dat was een verwondering, want ik heb geen verstand van schoonmaken. Nee. Maar ik heb wel een beetje verstand van bouwen en ook nog van sensortechnologie. Ja. En zo hebben we elkaar gevonden om na te denken van hoe kunnen we nou dat comfort, die leefomgeving waar al die kantoorgebruikers dan iedere dag zitten, hoe kunnen we die beter maken? Ja, was dat in, want jullie hebben heel veel verstand van schoonmaken, maar niet zoveel van bouwen van kantoor, kan ik me voorstellen. Nee. Leer je dan inderdaad van elkaar of niet? Ja, dat valt direct op, dat je zo enorm van elkaar kunt leren. En je komt ook uit hele andere werelden. Mm-hmm. Maar je zit wel met hetzelfde vraagstuk, want je wil die gebruiker van een pand, ja, die wil je optimaal uitrusten. Die wil je een prettige werkomgeving geven, een veilige, gezonde, et cetera. En beide staan voor hetzelfde vraagstuk. Ja. Maar je hebt zulke andere kennis. En ons valt op dat als je dus samenwerkt met al die specialisten, ja, hoeveel beter dan het eindproduct wordt. Ja, want jullie beiden zeiden van, we willen graag gebouwen laten praten. En ik kan me voorstellen vanuit de schoonmaaktak dat je zegt, ja, vertel mij nou meer. Klopt dat of niet? Ja, dat klopt. Want wij hadden natuurlijk in het verleden, gingen we dan een gebouw schouwen, zoals dat dan mooi heet. Schouwen. Schouwen, ja, dat is een mooie term. Ja, okay, ja. Je ging dus gewoon letterlijk kijken in een gebouw en inschatting maken van, nou, dan zo zal het gebruik wel ongeveer zijn. Dan kon je natuurlijk ook vragen bij je klant. Je ging zelf kijken. En op basis van gemiddeldes en inschattingen ga je dan zeg maar een soort voorcalculatie maken van wat je denkt dat je moet gaan doen. Dat is natuurlijk heel anders als je feitelijke real-time data krijgt, waarin je gewoon precies weet wat er gebeurd is. Ja. Nou, dan zie je gewoon waar het in het gebouw wel en niet druk was, intensiteit. En dan kun je heel precies meten. Ja. Ja, dan krijg je een hele andere manier van schoonmaken. Ja. Even voor jullie, waren jullie al heel lang bezig met die sensortechnologie in gebouwen neer te zetten of niet? Ja, we waren er al wat langer mee bezig. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het museum Soesterberg. Daar doen we dat ook. Daar kunnen we ook zien waar bijvoorbeeld consumenten langslopen in allerlei tentoonstellingen. Het museum Soesterberg? Dat ja, dat is het Militair Museum. En daar kun je dus ook in die zin zeg maar even gewoon dat leren. En datzelfde geldt dan ook dat je heel veel informatie krijgt over schoonmaak. Ja, meten is toch weten. Ja. En dan kun je daar echt op anticiperen. Ja. Maar heb je ook al meerdere gebouwen die echt volgens jouw standaard aan het praten zijn? Nou, ik denk dat we daar nog aan de beginkant staan. Ja. Wat ik zei, het museum, dat doen we al 4 jaar. Dus daar zijn we al echt langer mee bezig. Ja. En we zien dat steeds verder gaan. Maar we staan nog aan de vooravond. En het gaat niet alleen over schoonmaken. Het gaat over ventileren. Het gaat over energie. Ja. Het gaat over veel meer dingen om dat comfort voor die gebruiker te maken. Ja. Uiteindelijk, jullie kwamen dus een tijd geleden bij elkaar. Dat werd B-Sense. John, even voor mij. Wat heeft het jullie gebracht, dat samenwerkingsmodel? Dat is het leuke van innoveren en ook van ondernemen. Je begint ergens mee met een bepaald idee en onderweg ontdek je weer andere dingen. Ja, ja. Wij begonnen natuurlijk na te denken over dat dynamische schoonmaakprogramma met data. Nou, dat was het startpunt van de discussie. Nou blijkt dat je ook het hele reserveren van werkplekken, dat je daar onderweg eigenlijk tegenaan loopt, dat een hele mooie faciliteit is die je toe kunt voegen. Vervolgens hebben we comfortsensoren toegevoegd. Nou, die meten helemaal de bezetting niet, maar die meten weer de kwaliteit van het binnenklimaat. Ja. Nou, in deze tijd van corona hoef ik je niet te vertellen hoe belangrijk ventilatie is. Maar gaat dat echt zo van dat een van jullie loopt rond, of medewerkers, van, kunnen we hier niet iets anders meten? Ja, goed idee, zo gaat het dan. Ja, zo gaat het. Ja. Zo gaat het eigenlijk wel. Ja. Als je kijkt, op basis van corona is er bijvoorbeeld B-Safe gekomen. Ja. Waar heel duidelijk die 1,5 meter samenleving en de bezettingsgraad van kantoren essentieel was. Ja. Nou, daar op dat eigenlijk een programma voor gemaakt, zodat het ook heel inzichtelijk wordt om zeg maar even voor die kantoorgebruiker te waarborgen dat er niet te veel mensen en veilig gewerkt kan worden. Ja, ja. Hey, even kijk, we gaan straks de nieuwe merknaam lanceren. Mm-hmm. Dat we voor de kijkers thuis, jullie zien al hier een aantal soorten nucleaire launch installaties dat klaar. Dus daar gaat iets spannend gebeuren. Dat is een propositie die helder maakt wat jullie willen gaan doen. Dat is uiteindelijk ook om meer omzet te genereren. Dat lijkt me ook helemaal geen slecht idee. Maar er moet ook een soort hoger doel zijn. Wat is, Ton, wat jou betreft het hogere doel? Ja, Heijmans heeft ingezet makers van de gezonde leefomgeving. En als je dat zet, dan betekent dat je eigenlijk, en dat geldt niet alleen voor gebouwen, maar dat geldt ook voor wegen, dat geldt ook voor woningen, de gebruiker centraal stelt. Dat je echt die duurzaamheid verslimt in die samenleving. En dat is ons hogere doel als Heijmans. Daar hebben we ook een aantal bold statements voor geformuleerd. We staan ook in het jaarverslag. En daar willen we naartoe met elkaar. En daar hoort die hele sensordata technologie en die
platformtechnologie bij. Ja. Wat is het hogere doel voor jullie, Son? Nou, voor ons als CSU wil je gewoon veel meer kijken naar wat is jouw toegevoegde waarde voor de klant. Mm-hmm. Nou, die klant wil een schone, hygiënische werkomgeving. Maar daar speelt gezondheid en veiligheid en al dat soort zaken ook een grote rol. Dus je moet daarin veel breder kijken. En je kunt ook breder je diensten aanleveren. Ja. En dat blijkt ook in deze samenwerking, dat je veel verder gaat dan alleen maar puur het stukje schoonmaken. Ja, want welke kansen zien jullie allemaal? Ben je benieuwd naar? Je hebt allemaal klanten rondlopen. Wat deed je er allemaal handen jeuken? Nou ja, door het echte gebruik van data. En die data die geven weer mogelijkheid om allerlei analyses te doen. Daar word je zowel als pandbeheerder, maar wij als schoonmakers, maar ook duidelijk weer slimmer van. Ja. En dan kun je andere dingen. Nou, die efficiëntie, de kwaliteitsverhoging, dat is toch mooi. Dat mensen gewoon met veel plezier naar het kantoor weer komen. Ja. Even in Checkton, ik weet niet, dat hebben we niet gerepeteerd dit. Zit er ook een soort lawaai-sensor op? Want die verschrikkelijke kantoortuinen waar iedereen de hele dag afgeleid wordt van het gebeb van die collega's, waar we nu een jaar vanaf zijn. Hebben jullie ook lawaai-sensoren? Nou, die zijn er volgens mij nog niet. Even, dan moet ik ook even terug naar de jongens die het allemaal bedacht hebben. Ja. Maar even, dat is natuurlijk ook makkelijk te doen. Ja. Maar de volgende stap die wij ook willen maken is niet alleen, we praten nu heel erg over die kantoorgebruiker. Ja. Kijk, als je ook naar de samenwerking CSU Heijmans kijkt, ja, hoe ga je om met de bewoner? Hoe ga je met appartementencomplexen om die we verkopen aan beleggers? Dus er zit een veel langere horizon achter dan sec alleen dat we kijken van de comfort in een kantoor. Ja. Denk ook aan het comfort schoonmaak in de woning. Ja. En ja, dan zie je dat er gewoon echt een verbinding ontstaat. Rens, zou ik ook willen aanvullen als dat even mag. Ja, natuurlijk. Want het is een heel terecht punt. Maar ik denk dat ook de kantoren zelf, daar staan de kranten inmiddels ook van vol, ook wat anders ingericht zullen worden. Ja, dat denk ik dus ook. Ik denk dat het wat meer het accent op ontmoeting gaat krijgen. Mm-hmm. Ik denk ook dat het aantal vierkante meters per persoon gaat toenemen. Okay. Waar we jarenlang de race naar beneden hebben gehad. Dat je, nou ja, en ik denk dat we ook in de toekomst die social distancing willen handhaven. Mm-hmm. Tot op zekere hoogte. Dat betekent gewoon dat we letterlijk wat meer ruimte in een kantoor nodig hebben. Ja. Nou, daarnaast hebben we ook nog eens een keer strengere eisen aan schoonmaak en aan hygiëne. Ook de contactpunten willen we tegenwoordig wat beter schoongemaakt hebben dan vroeger. Dus zeg maar de technische kant van schoonmaak heeft ook een opwaardering gekregen door corona. En dat zal naar mijn idee ook blijven. Ja. Even nog wat verder kijken. Hè? Want jullie gaan zo meteen die nieuwe merknaam lanceren. Dat is in zoverre ook een partnership tussen jullie bedrijven. Maar daar komen meerdere partners bij. Meerdere bedrijven. Het buzzword is ecosysteem, denk ik dan. Ja, dat is een prachtig buzzword. maar wat willen jullie daarmee? Nou ja, ik zei straks al in het begin, Rens, dat je de kennis van meerdere specialisten met meerdere achtergrond, dat brengt het meer. Nou, op het gebied van vitaliteit. De vitale werknemer, wie wil dat ook niet? Daar een stukje bevlogenheid van de mensen. Daar zijn ook mensen en bedrijven die daar weer heel erg in gespecialiseerd zijn. En wij kijken samen gewoon of we ook nog andere mensen tot de familie toe kunnen laten, als ik het de familie mag noemen. Ja. Waarvan je zegt, nou, die brengen ook weer iets waardevols in. Ja. Aan kennis. En moet ik dat dan zo zien, Ton, dat ik als gebruiker, want hier kijken natuurlijk denk ik heel veel facilitaire managers, dat je zegt, nou, ik bestel iets bij jullie en ik merk niet eens eigenlijk wie er nou aan de achterkant zit. Want dat hebben jullie wel geregeld. Ja, dat is een dienstverlening die je aanbiedt. Die breder gaat dan alleen schoonmaken. Maar uiteindelijk als je al die diensten bij elkaar ziet. En dan heb je het over inderdaad ventilatie. Kun je het over energie hebben. Je kunt het over beveiliging hebben. Oh ja. En dat alles bij elkaar maakt ook een integrale dienstverlening. En dan kun je dus die familie uitbreiden, zoals Dion dat ook zegt. Goed, een integrale dienstverlening waar we de familie gaan uitbreiden. Klinkt heel goed. Het is bijna. Wij gaan de merknaam bekendmaken. Zouden jullie bij de knoppen willen gaan staan, heren? Dat lijkt me een hele goeie om dat te doen. Precies. Hij is echt redelijk trigger happy. dus raak hem nog niet aan. Wat we gaan doen, we tellen af zometeen. En als we bij 0 zijn, dus 3, 2, 1, 0, dan drukken jullie allebei hard in. Ik wil het echt even echt dat ding er doorheen zien rammen. En dan starten we meteen iets in waarbij de mensen thuis kunnen zien wat we nou precies bedoelen. En wat die nieuwe merknaam is. Heren, klaar voor? Ja, 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 absoluut. Memorabel moment. Goed, ik ga aftellen. 3. Ze hebben ook geoefend thuis, zie je. Leukste moment. Ja, het leukste moment. 3, 2, 1, go! Kijk, daar komt hij. Onze manier van werken verandert. Dit is vooral te zien aan de omgeving waarin we ons werk verrichten. De werkomgeving speelt steeds meer in op het welzijn van haar gebruikers. En draagt daarnaast bij aan productiviteit en een duurzamere wereld.
Kantoren zijn steeds meer ontmoetingsplekken. We zien ook een andere ontwikkeling, namelijk steeds meer vraag naar organisaties die investeren in integrale smart building oplossingen. Deze kennis is echter zo complex dat niemand in staat is om dit binnen haar eigen kaders te organiseren. Daarom moeten we samenwerken om jou en jouw collega's te voorzien van een gezonde, veilige en prettige omgeving die continu wordt verbeterd. Al die elementen samen hebben een grote impact op de werkbeleving. Wij willen werkomgevingen gezond en toekomstbestendig maken. Van technologie gedreven naar de mens centraal. Van één enkele organisatie naar een ecosysteem van partners. Van individuele dienstverlening naar integrale dienstverlening. Daarom tellen we samen af. De toekomst van Beyond Eyes. Het begin van iets nieuws. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burn. Zo reageren. Licens wordt Beyond Eyes. Je ziet, er is niet bezuinigd op het vuurwerk. Goed, Beyond Eyes. Wat is het idee achter deze naam? Nou ja, wat je zegt, als een familie met elkaar, zeg maar even, al die diensten bij elkaar samenvatten. En dan gewoon die dienstverlening geven. Ja. En ja, ik denk dat John daar met zijn schoonmaak echt een voorloper is om die innovatie door te trekken. Ja, ja. Even, John, wat is het idee achter Beyond Eyes? Het zegt namelijk wel wat, deze merknaam. Ja, zeker. Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Maar de korte versie is, Rens, dat je met je oog natuurlijk heel veel kunt zien. Ja. Maar er is natuurlijk nog meer wat je soms niet kunt zien. Maar het mooie is van technologie tegenwoordig, dat dat allemaal wel naar je toe kan komen. Ja. Als je niet oppast, dat is eigenlijk geldt voor beide. Is nou, ik ga even naar jou, naar de techneut toe. Mm-hmm. Als je niet oppast, ga je bij dit soort dingen toch de techniek centraal stellen. We hebben deze sensor en deze sensor en deze sensor. Terwijl het gaat, hè, dat zeggen we hier ook overal, het kantoor voor de toekomst, het gevoel Zeker. Van die medewerker daarin. Hoe zorg je ervoor dat je dat echt centraal stelt? Nou ja, als ik kijk naar Heijmans, makers van de gezonde leefomgeving, ja. Daar moet je ook iets voor doen. Ja. We hebben in die zin ook een pand gemaakt waar al die mensen die dus echt met die gebruikers centraal stellen. En ook al die data, hè, we hebben 20 data-analisten in dienst, dat is toch heel bijzonder voor een bouwbedrijf. Ja. Ja. Dat je die bij elkaar zet en dat je leert mensen met elkaar te acteren. Ja. We hebben er 5 jaar over gedaan om die verwondering die wij hadden, van schoonmaak aan de ene kant en techniek aan de andere kant, met elkaar te verbinden, mm-hmm. om dan tot dit soort dienstverlening te komen. Ja. En dat is, je moet je verdiepen in die andere kant van de tafel. En dat geldt zowel voor wonen of voor gebruiken van een kantoor, als voor... Ja. Want hij weet alles van schoonmaken, ja. Daar weet ik niks van. Nee, maar dit is even één ding, want anders ga je heel erg in elkaar verdiepen. Dat vind ik heel gezellig. Maar er zit nog één iemand bij, en dat is namelijk diegene die daar in het pand aan het werk is. En daar gaat het uiteindelijk om. Zeker. Dus hoe gaan we die niet uit het oog verliezen? Als we zo lekker bezig zijn met onze data en onze sensoren en de rambam. Nee, want die staat volledig centraal. En een paar jaar geleden ben ik naar San Francisco geweest, naar de Singularity University. Mm-hmm. En dan zou je ook niet verwachten vanuit schoonmaak dat je daar nou zoveel vindt. Ja. Als je dan toch die technologie eens goed op je laat inwerken, dan zijn er zoveel mooie technologieën die je kunt gebruiken. Dat is geen doel, dat is absoluut een middel, ja. om die dienstverlening beter te maken. Ja. En dat kan ook een VR-bril zijn, waar ja. we onze schoonmaker mee uitrusten. Waardoor veiligheidstrainingen gegeven kunnen worden. En mensen dus veel beter geïnstrueerd zijn, veel beter de laatste kennis hebben van veiligheid, om maar zo'n onderwerp ja. te noemen. En dat zijn sensoren, maar er zijn zoveel technieken mogelijk. En de artificial intelligence, daar staan we nog aan de vooravond van. Ja. Ja. En dat gebruiken we, hebben heel veel data, maar we gebruiken ze niet. En die gebruiken we om, voor jouw verhaal, Rens, dat die pandgebruiker die veilige, prettige, gezonde werkomgeving heeft. Ja, ja. Even één ding, hè, over die pandgebruiker. Mm-hmm. Kijk, vaak heb je een eigenaar van het pand en je hebt de gebruiker van het pand. Kijk, John die huur ik in en dan zeg ik, joh, wil je het alsjeblieft schoonmaken? En nou, ik ken John, hè, dat gaat goed. Ja, en die sensoren, dat is natuurlijk wel een soort, dat zit tussen de pandgebruiker en de eigenaar in. Zeker. Hoe werkt zoiets eigenlijk? Nou, nee, dat klopt. Hè. Dus even, je hebt aan de ene kant de eigenaar die ook echt wel wil dat die gebruiker daar blijft. Zeker in de huidige tijd. Maar je ziet dat mensen ook steeds makkelijk uit kantoren stappen. Dus ook de gebruiker zal echt zich meer moeten verdiepen, ja, als eigenaar, dat je ook zo'n gebruiker erin blijft. Ja. Ja, en dan zullen wij ook de diensten leveren door die sensoren te plaatsen. Omdat we als gevolg van die data die eruit komt,
dit soort diensten kunnen leveren. Maar het is want hier kijken facilitair managers. Ja? Die gaan geen probleem krijgen als jij langskomt en zegt: nou, meneer, we gaan hier eens even een paar goede gaten erin boren. Dat die pandeigenaar boos wordt. Nee, het is niet meer zo dat wij allemaal moeten boren. We plakken kleine sensoren. Dat zijn eigenlijk hele kleine apparaatjes. Ja. En gaat het om dat we die data eruit halen, dat we die data analyseren, dat we die dan vervolgens met die managers allemaal kunnen bespreken en die uitkomsten en adviezen geven over hoe zij kunnen anticiperen in dit gebouw. Ja, ja, want dus die facilitair manager, die krijgt daar, en jullie gaan ze er wel bij helpen, begrijp ik. Hey, en dat is het leuke, dat het ook echt toepasbaar is voor bestaande gebouwen. Ja, ja. Wat waar je natuurlijk heel vaak ziet, is dat in nieuwbouw, ja, daar kan ongeveer alles, want moet toch gebouwd worden. Ja, maar in bestaande gebouwen, ga daar maar eens aan de slag. Nou, wat je niet wil, plafonds open enzovoorts. Dit werkt op batterijen. Dit kan natuurlijk ook op 22 volt werken, als dat bij de hand is. Maar waardoor je dus niet aan het gebouw hoeft te komen, om het zo maar te zeggen. Het gewoon letterlijk erin hangt. Ja. Ja, dat is een enorme pre voor dit verhaal. Nou, dat hele netwerk dat werkt op LoRa, dus geen wifi-tracking. De privacy is superbelangrijk, wordt alleen maar belangrijker. Nou, al die ideeën rond wifi, daar zijn we ver van weggebleven. Met LoRa heb je daar helemaal geen last van. Ja. Dat netwerk. Long-range wifi. Ja, precies. Ja, nou, en daar hebben we echt wel naar gekeken. Dus het is vrij makkelijk een beetje plug-and-play om dat spul in de lucht te krijgen. Heren, er komen vragen binnen. Mm-hmm. Ja, dat is toch leuk, hè? En ik roep iedereen op die op dit moment thuis, waarschijnlijk thuis, aan het kijken is. Stuur vooral je vragen in. Je weet het derde knopje, een beetje met dat grafiekje. Als je daarop drukt en een vraag instuurt, dan pakken we hem even op. Iemand zegt, het is anoniem, kan ik niks aan doen. Bieden jullie, iemand zegt, ja, biedt Beyond Eyes nog andere diensten aan naast schoonmaak? Wel, wat maakt het integraal, is hier de vraag, Tom. Nou ja, beveiliging, vitaliteit, energie. Ja, wat we niet doen is catering op dit moment. Ja. Maar ja, je kunt dat uitbreiden, maar dat denken we dat dat zo specifiek voor de gebruiker is. Daar bemoeien we ons even niet mee. Ja, ja. Maar vitaliteit is ook? Nou ja, dat is die comfortmeting. En die meet niet alleen de temperatuur van het gebouw, want dat is de makkelijkste, zullen we maar zeggen. Maar op dit moment natuurlijk ook de CO2, het hele fijnstof gebeuren. Heel veel zaken worden daar gemeten, 6, 7 soorten. Ja, en het leuke is 24/7. Nou, iedere meting heeft een onderkant en een bovenkant. Dus je ziet toch gelijk of je in het groen zit. Wanneer die eruit springt, nou, en daar kun je dan je technische installaties op bijsturen. Ja. Normaal gesproken is daar ook iets. Aan de voorkant wordt dat geïnstalleerd. Ja. Eigenlijk in de hoop dat het allemaal op alle verdiepingen klopt. Ja. En nu kun je gewoon op alle verdiepingen gewoon 24/7 meten. Ja, ja. En dan weet je dus gewoon of dat pand nou dat comfort heeft. Wat het beloofd is dat het zo heeft. En dat maakt een enorm verschil. Kijk, we hebben ook in het Militair Museum, en dat is meer een gimmick, zeg maar even, door sensoren te plaatsen in toiletten, betekent het dat, meestal heb je 2 toiletten naast elkaar, bij de mannen, 2 bij de dames, zeg maar even, dat de mannen voor 70% de rechte deur nemen en bij dames maakt het niet uit. Wat dat nou wat doet, dat zegt, maakt niet uit, wat het zegt helemaal zegt, niks, nee, maar het geeft wel aan dat door te meten, weet je dingen en kun je daarop anticiperen en kun je adviezen geven. En dat is de interessante kant. Goed, dit blijft me al bij me, hoor. Mannen nemen altijd de rechte deur en vrouwen gewoon 50-50. Ja, super interessant. Goed, okay. Dat is meer de gimmick. Ja, wij praten straks daarover verder. Maar ik denk dat het ook heel goed is om een beetje te laten zien wat we nou bedoelen met het merk Beyond Eyes. En daarom hebben we de volgende video voor u gemaakt. Ja, nou, dat is mooi te zien. Er komen vragen binnen. En dat zijn goede vragen ook nog. Dus dat vind ik heel erg leuk. Bijvoorbeeld Kevin. Dankjewel Kevin voor je vraag. Die zegt, kan ik deze sensoren en systemen meenemen als we zouden verhuizen? Ja, dat kan. Ja? Ja, dat kan. Oké. Okay. Daar hoef ik niet over na te denken. Nee, dat is gewoon een kan. Ja, oké, nou goed. Dan heb ik een andere vraag. En je moet zelf maar even zeggen wie je antwoord op geeft. Deze is weer anoniem.
Er zijn meerdere klanten slash gebruikers die behoefte hebben aan data. Dat hoor je alleen maar. Hè? Data, data. Dus facilitair wil data hebben. Technisch gebouwbeheer wil data hebben. De eigenaar van een pand wil data hebben. De ICT-dienstenlener wil data hebben. Hoe werken deze samen, is de vraag. Wij maken dus vanuit die data gaan we analyseren. Gaan we rapporten maken. Kunnen we een advies geven. En die kun je natuurlijk toespitsen op de gebouwbeheerder. Maar ook op alle andere typen. Die krijgt een ander dashboard. En die krijgt een ander dashboard. Ja, okay. Dus je kunt het dashboard zodanig samenstellen dat het naar de behoefte is van de klant. Oké. Komt er nog een vraag. Het is van Broer. Dankjewel, Broer. Dit is voor jou, John. Kijk of dit iets is naar jouw koffie, naar jouw hand. Vanuit het onderwijs is er veel vraag naar combinatie roosterbezetting. Zijn er bij jullie ook plannen om dit te ontwikkelen? Dus koppeling met roosterprogramma's. Voor ons is in de schoonmaak natuurlijk essentieel de aansluiting bij roosters. Ja. Is nu ook al. Ja. Dat geldt hetzelfde bijvoorbeeld voor een hele andere branche als hotels. Waar wij al diverse hotels hebben, waar we één op één gekoppeld zijn met het hotelreserveringssysteem. Dus ook aan de onderwijskant kunnen wij prima die koppelingen maken. Ja. Daar speelt nu ook de ventilatie in het een heel grote rol. Er is recent nog een enorm rapport over uitgekomen. Ja, en dat een fors percentage van de schoolgebouwen dat niet voldoende hebben. Ja, ik zou zeggen, daar werken deze comfortmetingen ook perfect voor. Ja. Er wordt nog wel even iemand, die stelt nog een doorvraag. En die zegt iedereen heeft zijn eigen behoeftes. Mm-hmm. Er wordt nog wel gezegd, ja, maar hoe pak je dat nou aan? Want er zijn in het pand natuurlijk, je bent niet alleen in het pand. Hè. Er zijn allerlei leveranciers met hun eigen expertise aanwezig, die ook allerlei diensten leveren. Het is niet een greenfield waar je binnenkomt. Nee, zeker. Maar dat betekent, je moet ook respect hebben voor de partijen die daar zijn. Ja. Daar ga je dus ook mee in gesprek. Ja. Ja, en die ga je met elkaar verbinden. Dus het is niet allemaal, wij komen eroverheen. Nee, wij gaan juist in gesprek en gaan ook die behoeftes kijken die er nodig zijn. Ja. En dan kun je met de bestaande partijen die er al zitten in dat pand, die deeldiensten leveren, ga je die verbinding maken. En we doen dat natuurlijk ook via de facilitair manager of de gebouwbeheerder. Ja. Daar gaan we primair ook de informatie aan aanreiken. En het is dan met elkaar, dus met de klant zelf ga je dan kijken, god, zijn er nog andere partijen die jij gecontracteerd hebt, die ook geïnteresseerd zijn. Graag zelfs, hoe meer toegevoegde waarde die reportages hebben en die inzicht, hoe mooier het toch ook voor ons is. Want iemand vraagt inderdaad ook van, kunnen we de data ook gebruiken in andere systemen die leven in het gebouw? Ik zou graag bijvoorbeeld ook een analyse doen op reserveringen en aanwezigheid. En iemand anders vraagt, kunnen we de data ook in eigen beheer analyseren of kan het alleen via B-Sense, maar dat is nu via Beyond Eyes? Ik hou niet ervan om de informatie allemaal tegen de borst te houden. Nee. Dus natuurlijk gaan wij zelf analyseren zoals Ton net al zei. Maar we stellen ze graag ter beschikking. Zeker. Dat de feitelijke gebruikers van het pand ook meekijken en meedenken en inzichten hebben. Ja, precies. Dat is natuurlijk, dat heb je wel nodig. Ja, dat is ook natuurlijk. Ja. Dat is buitengewoon belangrijk. En je hebt echt bezettingsinzicht hoor. Dus niet van, zou ik dan de bezetting weten? Ja, vroeger dan huurden we twee studenten in en die gingen dan met een bloknoot het hele pand door, om een beetje gevoel te hebben van de verschillende dagen. En dat weet je dus nu ook gewoon 24/7 per kantoorruimte. In onze kantoren weten wij live hoeveel mensen er zijn. Ja. En waar ze zitten en hoe lang ze er zitten. Ja. En dat is gewoon op ieder moment dat je op het scherm kijkt, kun je zien waar de werkplek bezet is of niet. Maar even, en wat doen jullie daar dan mee? Nou, wij doen er op dit moment echt mee om Je zit te lang, je moet gaan staan, rondje lopen. Nee? Ja. Kijk, dat is allemaal niet zo interessant. Maar waar het wel om gaat, is dat juist in de coronatijd, op een gegeven moment zag je na die eerste dip dat mensen steeds meer naar kantoor kwamen. Ja. Toen moesten mensen weer echt meer naar huis. Ja. Ja, om dat te bewaken dat feitelijk wel gebeurde, daar heeft het wel in geholpen. Ja. En dat je op een gegeven moment ook zegt, van, joh, is het nou echt noodzaak dat je hier op kantoor bent? En ik toch heb even nog toevoegen, want het mag echt geen eigen leven leiden. Wij kunnen en wij willen niet weten of dat meneer of mevrouw Jans is. Nee, zeker. We kunnen het niet zien, want ik zei straks al, dus volledig geanonimiseerd. Ja. Anders gaat dat natuurlijk via een ondernemersraad, gaan dit soort systemen natuurlijk niet werken. Goed, slechte grap van mij, maar het is belangrijk dat jullie dat even zeggen. Even laatste, want dat was ook inderdaad een vraag. Als laatste even een vraag, en die komt van Sjaak. Die zegt, nou ja, in het videootje zag ik net, we doen een scan. We doen een scan bij ons in het gebouw. John, hoe ziet die scan er dan uit, is de vraag. Nou, je moet natuurlijk wel letterlijk weten hoe groot en hoe klein de verschillende ruimtes zijn. Ja. En gedachten van gebruikers enzovoort. Dus er zijn hele mooie technieken voor om letterlijk een foto te maken van je pand. Oké. Als laatste. Ik begin met jou, John, en daarna ga ik naar jou, Ton. Ik zou willen zeggen, wat is jouw camera? Dat is jouw camera daar. Ja. Pak nou even die camera. Dan mag je even rechtstreeks tot de mensen praten. Niet al te lang. En wat is jouw oproep aan die mensen?
Nou, mijn oproep is dat ik hoop dat jullie nu ook een stuk enthousiaster zijn geworden dan ik het al langere tijd ben. Maar ga nou gebruik maken van die techniek die er tegenwoordig is. Verdiep je eens in Beyond Eyes. Kijk eens naar de website. Laat ons een pilot doen bij je in het pand. Pak een afdeling of een hoekje van een gebouw waarvan je zegt, nou, laten we daar gewoon eens even experimenteren. Dat is de beste manier om te zien wat het allemaal wel en niet kan. Ga dat gewoon doen. Tientallen mensen zijn jullie al voorgegaan en wij hopen dit jaar nog vele anderen ook te verblijden met de mogelijkheden. Geweldig, dankjewel. En jij, maar die camera is voor jou daar? Ja, ik zou graag iedere kantoorgebruiker, eigenlijk beheerder, kantooreigenaar oproepen om contact op te nemen met Beyond Eyes. Dat mag ook met CSU of Heijmans zijn. En gun dan die kantoorgebruiker een veilige, gezonde, comfortabele werkomgeving. Ik denk dat dat ook de prestaties van een ieder ten goede komt. Goed. Tom, dankjewel. John, dankjewel. En dames en heren, dank u wel voor alle vragen die u instuurde naar ons. Maar we zijn nog lang niet klaar met het programma. We gaan nog ruimschoots door vandaag. Want ja, deze hele crisis, coronacrisis, heeft wel een aantal dingen behoorlijk in gang gezet. Een van de dingen die mij het meest is opgevallen, en u waarschijnlijk ook, is de enorme digitaliseringsgolf. We zijn in een jaar tijd, zijn we 5, 6 jaar verder gegaan. Als je kijkt naar digitalisering, opeens moesten we met elkaar alles gaan doen digitaal. Ja, wat betekent die toegenomen digitalisering eigenlijk voor gebruikerservaringen, voor het kantoor van de toekomst bijvoorbeeld? Nou, wij gaan kijken naar een volgende presentatie en dat is niet van zomaar iemand. Hij is technologieondernemer, hij is auteur, meestal onbereikbaar omdat hij ergens op de aarde rondzwerft om daar mensen mee te nemen, bijvoorbeeld in Silicon Valley of om grote verhalen te houden of de research, maar hij is nu digitaal bij ons. En u gaat de komende 40 minuten naar hem luisteren. En daarna hebben we ruimte voor vragen en antwoorden. Dus stuur vooral uw vragen in. Dames en heren, wij gaan luisteren naar Peter Hintze. Hallo, bijzonder blij om hier vandaag bij de lancering van Beyond Eyes te zijn en te praten over wat ik noem de Never Normal. We zijn in een wereld terechtgekomen. Ik heb 10 jaar geleden een boek geschreven, The New Normal, of Digitaal is het Nieuwe Normaal, over wat er zou gebeuren in een wereld waar technologie niet meer iets speciaals is, maar gewoon normaal is. En die transitie hebben we natuurlijk de voorbije 10 jaar bijzonder hard meegemaakt. Digitaal was iets nieuws, iets aparts, en dat werd het gewoon heel normaal. Dit is een van mijn favoriete mogelijkheden om dat te tonen. Dit is de presidentsverkiezingen in 2016. En 4 jaar geleden wilde iedereen een selfie nemen met Hillary Clinton. Maar vorig jaar, in 2020, was de Democratic Convention een virtueel, digitaal, online-only event. Een prachtig voorbeeld hoe wij in een wereld terechtgekomen zijn waar wij nooit meer offline zijn, altijd geconnecteerd. We zitten absoluut in dat nieuwe normaal. Dat nieuwe normaal is niet altijd een positief verhaal. We zitten met enorme veranderingen maatschappelijk. We zitten ook met allerlei verslavende effecten. Maar ik zou 1 ding willen zeggen, gelukkig hadden wij dat nieuwe normaal in de bijzonder rare episode van 2020. Stel je voor dat we COVID-19 hadden moeten doormaken in de tijd toen we nog met een eenvoudige modem aan het inbellen waren. Iets wat heel veraf leek en vrij onschuldig in het begin heeft ons leven grondig veranderd. Het deed mij enorm denken aan een van mijn favoriete science fiction films van de vorige eeuw, The Day the Earth Stood Still. En ik denk 2020 was niet de dag, niet de week, niet het kwartaal. Het was bijna het jaar dat de aarde eindelijk bleef stilstaan. Wij zagen scènes en taferelen die we nooit dachten dat we ooit in ons leven eigenlijk zouden zien. En het was een globaal fenomeen. En wat we zagen is dat de wereldeconomie die kwam eigenlijk gewoon crashing down. Het was spectaculair. Maar gelukkig in die rare periode van COVID-19 was er inderdaad het feit dat digitaal normaal was. Want op een bepaalde manier was het ook wel een beetje een soort van globale digitale stresstest 2020. We moesten ineens kijken of wij nog konden overleven in een wereld waar digitaal eigenlijk de enige optie was. Kijk naar lockdown. Ik weet niet hoe u de lockdown heeft overleefd, maar bij ons thuis met 2 kinderen was er een volledige correlatie tussen de kwaliteit van het wifi-signaal en mijn appreciatie als vader. Als de wifi goed was, dan kon ik ermee door.
Maar als dat maar een klein haperingetje was in hun TikTok of YouTube-signaal, dan begonnen ze zich openlijk vragen te stellen of ik eigenlijk ooit wel een computerdiploma had gehaald. Het was een wereld waar ineens alles rond technologie begon te draaien. En het was niet alleen die lockdown. Bijna in elk exit-scenario zien we dat technologie een steeds belangrijke rol begint te spelen. Dit was een prachtig voorbeeld, een robothond in Singapore die in een park aan het patrouilleren was om te kijken of mensen eigenlijk wel social distancing waren hanteren of niet. Wie had dit kunnen bedenken gewoon een jaar geleden? We zaten inderdaad volop in die wereld waar digitaal normaal was en daarom zijn de meeste bedrijven eigenlijk wel geslaagd in die digitale stresstest. Ze hebben niet allemaal 10 op 10 gehaald, maar eigenlijk kan je zeggen 2020 was een periode waar digitaal was voor veel bedrijven een beetje de kers op de taart in het verleden en ineens in 2020 was het de taart. En nu beginnen mensen zich openlijk vragen te stellen, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er gebeuren in die hele transitie van BC naar AC? Before corona, after corona. Wanneer gaan we eindelijk weer terug naar dat oude normaal? Wel, het zal waarschijnlijk nog een tijdje duren. Ik bedoel, dit is niet ineens opgelost. En twee, misschien is dat oude normaal eigenlijk gewoon weg. Misschien bestaat het oude normaal gewoon niet meer. En dat vind ik eigenlijk wel spannend. Er is een bepaalde onzekerheid, maar ik heb heel veel gepraat over disruption in de voorbije 10 jaar. Omdat digitaal wordt normaal, dat verandert een heleboel dingen, maar het ging over digitale disruptie. Maar ik denk dat wij nu in het bedrijfsleven ons moeten beginnen wapenen op misschien een serie van dit soort schokken. Dit soort seismic shocks. En er zullen natuurlijk nog een heleboel technologische schokken komen. Laat daar geen illusie over bestaan. Het is niet omdat digitaal normaal is dat het gewoon over is. Nee, kijk naar de wereld van virtual en augmented reality. We gaan beleving op een andere manier doen. De echte kracht van informatie, de kracht van dit omturnen naar intelligentie en de kracht van automatisering. Dat is een krachtige cocktail die in mijn opinie de volgende jaren alleen de dingen nog sneller zal doen evolueren. Maar het zullen niet alleen technologische schokken zijn. We zitten in het midden van een biologische schok en die is verre van gedaan. Maar kijk naar de grote concern die we hadden voor COVID. Dat was de planeet. Dat was the environment. Dat was het ecologische. Denk maar aan ecologische seismic shocks. Dit is een scène van Blade Runner 2049. Een prachtige film. Kijk naar de oranje lucht. Maar dit is San Francisco, vlak na de zomer vorig jaar. Veel van mijn vrienden die daar woonden, hebben mij dit soort foto's getoond. Een miraculeus momentje was toen in China, de eerste keer China de economie volledig in lockdown ging, werd ineens de pollution over China helemaal opgelost. Geen wonder dat China nu gezegd heeft dat zij hun net carbon emissions naar nul willen herleiden tegen 2060. Maar ook dat wereldlijke, die geopolitical seismic shocks. We zijn van een handelsoorlog in een technologieoorlog terechtgekomen. Ik denk dat wij kunnen concluderen dat de wereld niet ordelijker geworden is, maar eigenlijk wanordelijker. En dan zie je dat zo'n epidemie, zo'n pandemic, heel veel kan doen. Het heeft businesses in heel de wereld op een totaal andere manier herverkaveld. Maar nog belangrijker is het volgens mij een aantonen dat wij moeten rekening houden met allerlei veranderingen in onze context, in onze omgeving. En daar moeten wij iets aan proberen doen. En we kunnen daar bang van zijn, maar ik word daar niet bang van, ik word daar enthousiast van. Omdat elk van die schokken, ja, dat zijn eigenlijk opportuniteiten. Elk van die schokken, dat zet dingen in verandering. En die veranderingen, dat moeten wij kunnen capteren. Kijk maar naar de wereld van het digitale. Digitaal is normaal. Wel, dat heeft ons bijvoorbeeld de wereld van retail en consumenten totaal veranderd. Wij weten meer over die consument dan ooit tevoren. Wij kunnen die volgen, wij kunnen die monitoren, wij kunnen voorspellen. En dan COVID heeft dat alleen nog maar versneld. COVID was bijna de accelerator of the accelerator als het gaat over consumentengedrag. Maar niet alleen consumenten. Kijk naar work dynamics die enorm volatiel waren. Maar fundamenteler is het dat wij moeten openstaan dat de manier waarop wij geld verdienen, de operating en business models van bedrijven gaan meer en meer veranderen. Enorme veranderingen in capaciteiten en resources die we nodig hebben om dat in te vullen. En natuurlijk ook enorme upswings als het gaat over financial performance. Kijk maar naar het budget 2020. Wat een lachertje was dat. De meeste bedrijven konden in maart vorig jaar het budget gewoon in de prullenbak gooien.
Maar ik denk dat die volatiliteit misschien wel eens het nieuwe normaal zal zijn. Een wereld van constante verandering, waar wij moeten gaan omgaan en begrijpen, maar zeker niet bang zijn. En dat is wat ik eigenlijk noem de never normal. Dus waar ik 10 jaar geleden zei, digitaal is het nieuwe normaal, komen wij nu terecht in een wereld van constante verandering. En dat gaat een impact hebben op hoe wij wonen, hoe wij leven, hoe wij werken. En dat gaat een enorme impact hebben, zeker op bedrijven, op panden, op kantoren. We gaan op een andere manier moeten nadenken hoe wij die never normal gaan hanteren. En dan moeten we misschien toch iets dieper gaan denken en kijken. Er zijn een aantal karakteristieken van die wereld in flux, in verandering. En er zijn er 4. De wereld wordt niet lineair. We zitten in een wereld die meer en meer fluïde is. Alles is met alles geconnecteerd. En we zitten in een wereld die sneller dan ooit gaat evolueren. Laten we beginnen met het eerste. Die wereld van vloeibaarheid, fluidity. En een crisis is natuurlijk een bijzonder goede manier om dat te illustreren. En telkens er een crisis is, zijn er een aantal mensen die hopen dat we zo snel mogelijk teruggaan naar dat oude normaal. Maar dan zijn er de slimmerikken die zien het als een opportuniteit, als een soort step change in dat nieuwe. Kijk naar werk. Ik bedoel, sinds maart vorig jaar zijn een heleboel mensen nu thuis. We work from home, remote work. En dat is bijna het nieuwe normaal geworden. Als we teruggingen naar het kantoor, was het niet hetzelfde kantoor. En het was zeker niet eenvoudig. Ik vond dit fantastisch. De Fisher-Price Work from Home playset. Inclusief videoconferencing material, crying babies en wine bottles. Het is misschien niet zo erg geweest. Maar nu zie je dat bedrijven als Google zeggen, wel, niemand moet terugkomen tot de zomer. Zuckerberg zegt, de helft van de mensen moeten misschien nooit meer terugkomen. Twitter die heeft gezegd, geen enkele Twitter-employee moet ooit nog terug naar kantoor. Maar we moeten dit volgens mij zien in dat bredere maatschappelijke verandering. Hoe wij hebben leren leven met die bubble economy. Het was voor een aantal van ons niet makkelijk, zeker voor de nieuwe generatie. En ook een enorme stress op financials. Dit is de Berliner Philharmonic. Probeer maar eens winstgevend te zijn in zo'n bezetting. Maar dan zie je de creativiteit. Dit is het Nederlandse voorbeeld dat de wereld is rondgegaan. Restauranthouders die greenhouses voor hun restaurant zetten, zodat mensen toch nog een coronaproof meal konden gaan gebruiken. En dan zie je, dit moeten wij meer gaan doen. We moeten wendbaar zijn en ons aanpassen. Kijk naar de wereld van retail. We zijn met z'n allen massaal online gaan shoppen. Betekent het dat retail dood is? Nee, maar retail moet zich aanpassen. En hetzelfde voor panden en kantoren. Het is niet omdat kantoren nu leeg zijn, wat mensen door een virus nu work from home doen, dat het kantoor ten dode opgeschreven is. Nee, maar we zullen ons moeten aanpassen. Hawking had overschot van gelijk. Intelligence is the ability to adapt to change. De wereld wordt meer en meer fluide. Een tweede karakteristiek is dat niemand nog eigenlijk binnen de lijntjes kleurt. Lineair is eigenlijk gewoon een achterhaald concept. Precies 1 jaar geleden werd er een nieuwe auto getoond door Sony. Sony is een bedrijf dat we kennen van schermen, televisies. En die zei, we gaan een auto bouwen. En op hetzelfde moment had je Toyota, die we kennen van auto's, die het concept van The Woven City introduceerde. Een stad waar er zelfs geen auto's meer voorkomen. Niemand blijft nog binnen zijn lijntjes. Prachtig voorbeeld in China. Ping An, de grootste verzekeraar, heeft zich totaal heruitgevonden als een provider van healthcare platformen. Niemand blijft binnen de lijntjes. En we zien in die fluïde, niet-lineaire wereld dat we ook moeten rekening houden dat we echt nu in die netwerkmaatschappij terechtgekomen zijn. Alles is eigenlijk met alles verbonden. We zien dat informatie, niet alleen van mensen, individuen, van onze toestellen, maar ook van allerlei apparatuur meer en meer verbonden is. We zitten in een wereld die hyperconnected is en dat hebben we eigenlijk nog zien versnellen tijdens COVID. Kijk maar hoe wij meer vertrouwd geraakt zijn aan het omgaan met dat soort data. De 2 grootste rivalen, Google en Apple, hebben zich samengeslagen om oplossingen voor contact tracing te gaan bedenken. We zitten meer en meer in een hyperconnected wereld waar wie, wat, waar en in welke context gebruikt kunnen worden om uiteindelijk die gebruiker beter en aangenamer te maken. Maar het resultaat van dat alles is dat de wereld sneller evolueert dan ooit tevoren. COVID was daar een prachtig voorbeeld van. Het was voor een aantal van ons een zegen, voor een aantal van ons was het een ramp. Het was inderdaad the best of times en the worst of times tegelijkertijd. Dit is een ongelooflijke hallucinante grafiek. De marktwaarde van Zoom, you like it or hate it, dat meer waard was op de beurs dan de optelsom van 7 van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld.
En de reden is heel eenvoudig. We zijn met z'n allen in maart gestopt met vliegen. Dit is Flight Patterns Over Europe in maart 2019 en in maart 2020. En dan zie je het netwerkeffect van die geconnecteerde economie. We stoppen met vliegen. De airlines hebben minder vliegtuigen nodig. Airbus moet 15.000 mensen laten gaan. Zij bestellen minder motoren. Rolls-Royce moet 9.000 mensen op straat zetten. We gaan niet meer vliegen. We gaan niet meer op reis. We hebben geen huurauto nodig. Hertz goes out of business. Clearly the worst of times. En dan the best of times. De CEO van Shopify die zei, onze stoutste dromen voor 2030 hebben we gewoon gerealiseerd in 2020. We zijn met z'n allen massaal online gaan shoppen. Een enorm verandering in consumentengedrag. Boost in e-commerce. Huge boost in logistics. The best and the worst of times. En het was inderdaad een soort van hyperacceleratie door het feit dat wij allemaal in die new normal van digitaal terechtkwamen. Kijk naar H&M, die sluiten honderden winkels. Maar IKEA heeft er nog nooit zoveel geopend. Maar het zullen andere winkels zijn. Aangepast aan de nieuwe consument en het nieuwe consumentengedrag. Als je dit bekijkt, niet lineair, superfluid, hyperconnected, ultraspeed. En dat noodzaak om aan te passen, wat betekent dat dan voor bedrijven? Wat betekent het voor kantoren? Wat betekent het voor panden in de toekomst? En meer belangrijk, wat betekent het voor de ervaring van de gebruikers van die faciliteiten? En dat weten we natuurlijk niet helemaal perfect. Maar het is duidelijk dat er een aantal patronen beginnen te komen. Dit soort veranderingen hebben al een enorme verandering op de huizenmarkt bijvoorbeeld veroorzaakt. Maar we zien volgens mij in de kantoormarkt, daar is nog een grote onzekerheid. Hoe ziet dat kantoor van de toekomst eruit? Ik ben zelf commissaris bij Mediahuis, een krantengroep die we in Nederland kennen van bijvoorbeeld NRC en De Telegraaf. We hebben ons hoofdkwartier in Antwerpen. We hebben de lease herlengd voor 9 jaar. En de grote discussie was, hoeveel vierkante meter hebben wij nodig? Uiteindelijk hebben we besloten om hetzelfde aantal vierkante meters te houden. We weten dat er veel mensen af en toe remote gaan werken, maar als ze terugkomen, dan hebben ze misschien meer plek nodig en gaan we het op een andere manier moeten invullen. We gaan op een andere manier die gebruikerservaring centraal moeten stellen. En dat is volgens mij de grote reset waar we ongelooflijk waakzaam voor moeten zijn. Grote verandering. Ik ben een enorme optimist. Maar de laatste jaren is er heel veel negatieve dingen over automatisatie gesproken. Kijk naar fabrieken waar minder en minder mensen beginnen te werken. De pandemie heeft waarschijnlijk automatisatie nog versneld. De laatste jaren was het ook bon ton om heel veel over allerlei automated dingen te praten. Zelfrijdende auto's en alles werd fully autonomous. Dit is de Bossa Nova die gebruikt wordt in een retail context. Bedrijven als Walmart gebruiken dat. Dat zijn robots die in de supermarkt rondleiden en gaan scannen wat er moet aangevuld worden. Walmart was een grote gebruiker en in volle pandemie hebben ze gezegd van, we gaan daarmee ophouden. We gaan weer terug naar de human element. Het is misschien een klein voorbeeldje, maar ik denk we moeten oppassen dat met al die technologie dat we het menselijke niet verliezen. That we don't push people to the limit. We zijn heel veel dingen verloren in coronatijd waar we echt toch wel ongelooflijk veel heimwee naar hebben. Een prachtige cover vond ik dit van The New Yorker. We put on a brave face in front of our screens, maar de realiteit is dat we eigenlijk toch in een bepaalde context zitten waar we toch heel veel hunkeren naar een stukje van dat oude normaal. Zelfs de CEO van Microsoft zegt van, pas op, als we te veel tijd voor ons scherm gaan zitten thuis, dan is dat eigenlijk wel gevaarlijk. En daar zit volgens mij zowel het probleem als de oplossing. We kunnen heel blij zijn dat we op dit moment 50% van de mensheid verbonden hebben met het internet, maar we zien ook de gevaren. En we moeten proberen om een aantal van die negatieve elementen om te turnen naar positieve. Kijk naar bijvoorbeeld hoe technologie ons geholpen heeft om zelfs thuis toch een veel betere beleving en een veel betere gezondheid te kunnen krijgen. De mens komt volgens mij meer en meer centraal. Misschien heeft u ze gezien, maar dit vond ik fantastisch. IKEA had op social media een aantal leuke ideetjes waar je met de dingen die je al gekocht had bij IKEA leuke dingen kon doen om tijdens lockdown toch je huis om te toveren in een leuke omgeving, een leuke plek waar kinderen iets superleuks konden doen. En heel snel begonnen gebruikers daarvan foto's te delen van hoe zij dat hebben aangepakt. Dat is volgens mij de opgave. Er komt een wereld van verandering aan. Meer en meer. Technologie stopt niet. Technologie zal al meer versneld worden.
Maar hoe kunnen wij die mens centraal stellen? Hoe kunnen wij die combinatie maken van dat never normal en toch eigenlijk dat menselijke meer en meer opwaarderen? En dan zullen we anders moeten gaan denken. Het doet mij enorm denken aan een van mijn favoriete uitspraken van Hemingway. Hemingway is ooit failliet gegaan. Kun je afvragen, hoe is die man ooit failliet gegaan? Maar toen een journalist vroeg van, hoe ben jij failliet gegaan? Zei hij, op twee manieren. Gradually and then suddenly. Heel traagjes en dan boom, in één keer. Ik denk dat wij dat gaan zien in een heleboel takken van sport. En daar moeten wij ons voor kunnen wapenen. En daar moeten wij eigenlijk bijna anti-fragile worden. Het is een boekje dat Nassim Taleb geschreven heeft in de grote crisis van 2008, Anti-Fragile. En zei, kijk, als je te veel stress op een systeem steekt, dan breken dingen. En dat waren banken in 2008. Vandaag zien we dat bedrijven als Hertz failliet gaan. De luchtvaartmaatschappijen hebben het moeilijk. De non-food retailers die hebben een hele lastige periode. En de natuurlijke reactie om daarmee om te gaan, is om weerstand in te bouwen. Om robustness in te bouwen. Dat is wat de banken gedaan hebben in 2008. Maar ze zijn ook heel veel van hun wendbaarheid verloren. En dat is nu net niet wat we moeten doen. We moeten nu net inzetten op die adaptability, die agility, die resilience, de veerkracht. En ik denk dat dat een zeer belangrijk fenomeen is. We hebben het over robuustheid, dat is de mogelijkheid om zelf te blijven runnen als het eventjes moeilijk gaat. Maar nog belangrijker is resilience, veerkracht. De capability to bounce back en er sterker van te worden. En daar zit volgens mij een enorme opportuniteit. Een aantal bedrijven hebben het heel goed gedaan in de pandemie. Kijk maar naar de top van de technologiebedrijven. Apple heeft zijn fysieke winkels gesloten en hun omzet is gestegen. Maar ik denk, het gaat niet alleen rond die technologiebedrijven. Het gaat om hoe bedrijven zich kunnen heruitvinden. En ik heb in volle pandemie een boekje geschreven dat noemde Phoenix and the Unicorn. En de laatste 10 jaar hebben we heel veel gepraat over die unicorns, die nieuwe bedrijven, die groeiden als kool. Elke conferentie was er een verhaal over Airbnb en Uber. Maar de meeste mensen in de zaal zeggen, ja, dat is mooi, maar ik ben geen Airbnb of Uber. By the way, zelfs die bedrijven hebben het nu ook moeilijk. De CEO van Airbnb zei, we hebben er 12 jaar heel hard aan gewerkt en we zijn bijna alles kwijtgeraakt op 6 weken tijd. Ik denk na 10 jaar unicorns is het nu tijd voor de phoenixes. En een phoenix, dat is een traditioneel bedrijf die zich kan heruitvinden. Die nieuwe omgevingen, opportuniteiten, technologieën gaat gebruiken om naar de klant en naar de medewerker een nieuw verhaal te schrijven. En daar word ik enthousiast van. Kijk naar bijvoorbeeld wat er gebeurt vandaag in de wereld van retail. Retail is aan het transformeren voor onze ogen. En als u kinderen heeft, dan begrijpt u dat. Dit is een van mijn favorieten. Dit is het jonge meisje die een Sinterklaasbrief schrijft aan Santa Claus en zegt, Dear Santa, how are you? I'm good. Here is what I want for Christmas. En dan de Amazon-URL van wat dat kind onder de kerstboom wilde krijgen. En dat is natuurlijk de reden waarom we deze unicorn heel goed kennen. Amazon heeft de wereld van retail totaal herverkaveld en is in de pandemie zelfs gewoon sterker geworden. Ze hebben meer dan 400 miljard beurswaarde bijgekregen tijdens de pandemie. Dat verhaal kennen we. Maar een paar jaar geleden had ik de kans om bij Walmart op bezoek te gaan. En Walmart is de grootste traditionele retailer in de wereld. Ze zitten in Bentonville, Arkansas, the middle of nowhere. 5000 fysieke supermarkten in de Verenigde Staten alleen. En voor mij is het een prototype geworden van zo'n phoenix. Ze hebben allerlei innovaties ingebouwd en technieken om de klant zo gebruiksvriendelijk mogelijk hun diensten te kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld de pick-up towers. En in de pick-up towers kan je iets kopen op de Walmart app. Je gaat naar de pick-up tower, je scant de app en je krijgt je pakje verbonden met het magazijn binnen de 10 seconden. Fantastisch. Nou, je zegt, maar ik heb geen tijd om naar een Walmart te gaan. Prima. Dit is de in-home shopping app. Je koopt iets op de Walmart app. Een Walmart associate komt naar je huis en levert de dingen af. En je kan ze toestemming geven om je smart door te unlocken. En als er dingen zijn die koel moeten blijven, kan je ze gewoon vragen om het in de koelkast te plaatsen. En je kan alles volgen, omdat er een camera is waar je alles kan zien wat die persoon in je huis aan het doen is. Een aantal mensen zijn, wauw, fantastisch. Een aantal mensen zijn, ik wil dat niet, zo'n wildvreemde die daar gewoon in mijn huis staat. Prima, dan sturen we een zelfrijdende auto en dan komt er gewoon een robot. En die robot die kan net hetzelfde komen doen. Prachtig om te zien hoe een bedrijf als Walmart zich totaal transformeert. Ze hebben zelfs Walmart Plus gelanceerd, het antwoord op Amazon Prime, in volle pandemie.
En voor mij is het een heel mooi voorbeeld waar die wereld van technologie, digitale, en die wereld van de klant bij elkaar komt. De wereld van online meets offline. En dat gaan wij niet alleen moeten toepassen op klanten, maar ook op medewerkers. Hoe kunnen wij technologie ten dienste stellen van die gebruiker van een pand? En daar zit volgens mij de clue. Hoe kunnen wij ons transformeren? Hoe kunnen wij er sterker uitkomen? En natuurlijk is het veel moeilijker om een phoenix te doen dan een unicorn. Maar het mooie is, het kan. We moeten wel die tanker heel duidelijk in de juiste richting gaan plaatsen. Maar het wordt een rollercoaster ride in die never normal. Hoe kan je dan gaan nadenken om niet alleen robuust te zijn, dingen te kunnen overleven, maar nog belangrijker, veerkracht te tonen? En dan zal innovatie absoluut cruciaal zijn. Er zijn veel definities, maar ik vind dit een hele mooie. Innovatie is waardecreatie door nieuwe oplossingen toe te passen op problemen die eigenlijk opgelost moeten worden. Het gaat over waarde, het gaat over nieuwe oplossingen en het gaat het ten dienste stellen van. En dat zit overal. En soms zijn wij als mensen soms een beetje traag om de juiste dingen bij elkaar te plaatsen. We sleuren al honderden jaren met koffers. We hebben al duizenden jaren het wiel, maar ik ben geboren in 1969. En in 1969 hebben we een man op de maan geplaatst, maar in 1972 hebben we pas het wiel en een koffer bij elkaar geplaatst. We hebben toen wieltjes onder onze bagage geplaatst en dat heeft het leven totaal veranderd als we weer mogen gaan reizen. En dan zie je, het gaat om dingen clever combineren. Vandaar dat ik Beyond Eyes een prachtig concept vind. Je gaat technologie ten dienste stellen in die verandering die nodig is om die gebruiker op een andere manier te helpen. En soms weten we nog niet wat dat gaat doen. Dit is de introductie van de iPhone in 2007. En Steve Jobs zegt, it will be your life in your pocket, the ultimate digital device. Niemand in de zaal begreep wat die man het over had toen. Dit is de cover in De Time Magazine cover, waar toen op dat moment Time Magazine de iPhone on the cover zette als de best invention of the year. En datzelfde maand zette Forbes Nokia op de cover. 1 billion customers, can anyone catch the cell phone king? Zie je de opportuniteiten of niet? En dan is het heel mooi. Kijk naar bijvoorbeeld de wereld van film. Nou, we kennen allemaal het verhaal. De analoge filmcamera's is een eindig verhaal gebleven. We hebben vroeger waarschijnlijk allemaal nog een oude analoge camera gehad. Filmpjes en ontwikkelen was de manier om het te gaan gebruiken. En daar kwam iets nieuws aan digitaal. Dat heeft totaal die wereld veranderd. En het was Kodak die de eerste digitale camera had uitgevonden, maar daar eigenlijk nooit iets mee heeft gedaan. Het is een bedrijf als Sony die dan de digitale camera heeft grootgebracht. Maar toen we allemaal smartphones gingen gebruiken, ja, dan gingen we gewoon foto's nemen op de smartphone en was het ook met de digitale camera gedaan. En die transitie van analoog naar digitaal naar smartphones, dan zie je dat Kodak het niet gedaan heeft om zich te kunnen manifesteren in het digitale. En Sony, de leider van het digitale, heeft zich ook niet kunnen manifesteren in het nieuwe. Met andere woorden, we moeten alert zijn. We moeten een soort mentaliteit hebben om naar die toekomst te durven kijken. Ik heb een prachtige opportuniteit gehad om met James Cars te werken, die een prachtig boek in heeft geschreven, Finite and Infinite Games. En hij zegt, er zijn maar twee soorten spelletjes. Je hebt je finite games, dat zijn eindige spelletjes, waar je op het einde zegt van, heb ik gewonnen? Maar de spelers zijn gekend en de regels zijn gekend. Dan heb je infinite games, en daar zijn de regels constant aan het veranderen, de spelers zijn constant aan het veranderen, maar er is geen eindpunt waar je zegt, heb ik gewonnen? Nee, het gaat erom om te kunnen blijven spelen. En dat is die lange termijn gedachte. Ik wilde deze man zijn toen ik jonger was, de CEO van GE, Jack Welch. En die zei, er is geen lange termijn. En onder zijn leiderschap werd GE de meest waardevolle company in de wereld. Maar toen hij wegging, was het gedaan. Ze zitten niet eens in de top 100 vandaag. Het is game over als je niet die mentaliteit hebt om inderdaad die long game te durven spelen. En dan moeten wij ogen hebben, beyond eyes, voor wat ik noem de day after tomorrow. Dit is een van mijn favoriete voorbeelden. Dit is de Flatiron Building in New York. Velen van u zijn er al waarschijnlijk geweest. In 1911. In 1911 was New York alleen maar paarden en koetsen. En daar komt ineens de eerste auto in beeld. En die eerste automobiel, dat moet een ongelooflijke verrassing geweest zijn in New York in 1911. Stel dat u daar was in 1911 en u had die gezien. Was u dan bang geweest van die auto? Of toch een beetje nieuwsgierig? Of boos? Deze man was heel boos. Ed Klein die verkocht paarden in New York. En die vond het helemaal maar niet, die auto. En die was zo boos dat hij uit pure frustratie een advertentie zette in de New York Times om mensen te overtuigen om toch maar niet in de val van die automobiel te trappen en gewoon paarden te blijven kopen.
Dus maar één conclusie na 100 jaar. Ed Klein was een idioot. Maar stel dat u een stal had met paarden in New York in 1911. Had u die omgeturnd in een garage? Had u gedacht, nee, ik ga die paardenbusiness zo lang mogelijk uitmelken. En daar zitten wij vandaag. Hoeveel tijd spenderen we aan die day after tomorrow? We spenderen heel veel tijd aan vandaag. Dat zijn de honderden e-mails en de dozijnen Zoom-calls. We kijken naar morgen met een heel klassieke blik. Kijk maar naar het budget 2020. En dan is er de day after tomorrow. Nieuwe ideeën en concepten die de regels van het spel kunnen veranderen. Vandaag is belangrijk, morgen is belangrijk, maar de day after tomorrow is cruciaal om ons te kunnen heruitvinden voor die never normal. Jammer genoeg is dat niet het hele verhaal. Bij een aantal bedrijven heb je nog dat grote rode vlak, the shit of yesterday, met negatieve energie. Want de woorden, we hebben die day after tomorrow blik nodig, maar we moeten ook durven. Ik vind het een prachtig schilderij van Magritte. Magritte is een van de grote Belgische surrealistische schilders geweest. Ik kom uit België. Je moet een tijdje in België wonen om te weten waarom wij zoveel surrealistische schilders hebben. Maar het noemt La Clairvoyance. En eigenlijk gaat het over de day after tomorrow. Hoe kan je dat ei interpreteren en begrijpen wat daar kan uitkomen? En daar zit volgens mij de opgave. In die never normal, een wereld van constante verandering, gaan we enorme opportuniteiten hebben om, als wij denken aan panden in de toekomst, om daar veel meer dat duurzaamheidsgevoel in te steken. We gaan opportuniteiten hebben om panden te gaan bouwen waar technologie at the very heart staat. Waar we een ongelofelijke link met de omgeving en het ecologische kunnen brengen. En waar we absoluut niet gaan moeten inboeten op creativiteit. Integendeel. Ik ben ongelooflijk enthousiast, maar hetzelfde blijven doen zal alleen maar hetzelfde opleveren. Want als we echt de mogelijkheden van die never normal willen gebruiken, dan moeten we op een andere manier gaan nadenken en handelen naar de toekomst. En dan moet ik wel eventjes teruggaan naar de unicorns. Want als er één ding is wat die jongens hebben getoond in de voorbije jaren, is dat zij eigenlijk het experience centraal hebben gesteld. De user experience, de consumer experience. Ze hebben het Olympisch minimum van die gebruikservaring helemaal centraal gesteld. En daarom denk ik, als jullie gaan nadenken over de toekomst van panden en die gebruiker centraal willen stellen, die user experience centraal willen stellen, dan moeten jullie volgens mij ongelooflijk bullish zijn en bold op de visie. Maar ook heel flexibel in de details, want in die never normal gaan we ons constant moeten aanpassen. Het zal belangrijk zijn om, als we denken over panden in de toekomst, niet alleen essential te zijn. Natuurlijk is een pand essentieel, want het is een basisfunctionaliteit. Maar daar ga je het verschil niet maken. Maar als je niet alleen essential kan zijn, maar vooral ook relevant, en gaat nadenken over die gebruiker die centraal staat in die ervaring, dan kan je volgens mij de twee combineren. Dan ben je niet alleen essential in de markt, maar ook heel duidelijk relevant. Hoe moet je dat dan doen? Wel, ik heb daar een klein receptje voor gemaakt. Ik noem dat mijn vaccine. En dat is een incorrectly spelled six-letter word, maar het past natuurlijk wel in de hele COVID-omgeving. Maar de zes letters, het eerste, de V, dat is voor velocity, snelheid. We komen terecht in een wereld die sneller evolueert dan ooit tevoren. Dat is die never normal. Ik vind dit een prachtige uitspraak van Mario Andretti. If everything seems under control, you're just not going fast enough. Dat was waarschijnlijk een hele domme uitspraak voor een Formule 1 coureur. Maar voor mij was dit de snelheid van 2020. Dit is het beeld van 2020. Het is het hospitaal in Wuhan die op 10 dagen werd gebouwd. In België, waar ik woon, wij zouden dat niet kunnen op 10 dagen. Niet op 10 maanden. Het zou waarschijnlijk 10 jaar duren. Maar het is bijna de ruwe snelheid van die never normal. Maar nog belangrijker dan die ruwe snelheid is wendbaarheid. Is ons aanpassen aan de realiteit. Ik vind de analogie met de whitewater kayaker fantastisch. In het begin ziet dat er heel gevaarlijk uit. Het water kan je gewoon vermorzelen. De rotsen kunnen je ongelooflijk kwetsen. Maar als je leert om de rivier te interpreteren en je kan de kracht van het water gebruiken, agility, dan kan je eigenlijk ongelooflijk hiermee aan de slag. Snelheid, wendbaarheid en creativiteit. We gaan creatief moeten omgaan met alle mogelijkheden die het technologische biedt. En dan gaan we moeten inzetten op alle cilinders als het komt op innovatie. Niet alleen technologie of producten, maar zelfs hele concepten en businessmodellen. Een prachtig voorbeeld hebben we gezien vorig jaar met Disney,
die zich... Ja, Disney had een rotjaar. Ik bedoel, de bioscopen waren dicht, de parken waren dicht. Maar ze hebben zich helemaal heruitgevonden als een streaming platform met een totaal nieuw operating en business model. Snelheid, wendbaarheid, creativiteit, innovatie en de N is voor networking. We leven in een wereld van netwerken. We zitten in die hyperconnected society. We zitten niet in een digitaal tijdperk. We zitten in een netwerktijdperk. En ik vind de uitspraak van McChrystal fantastisch. It takes a network to fight a network. De buitenkant is zich aan het gedragen als een netwerk. Hoe kunnen we dat toepassen op onze activiteiten? En het laatste, en daar wil ik mee afronden, dat is de E van experimentation. Het durven. We moeten ook die toekomst omarmen. We moeten die never normal durven gaan hanteren. We hebben de psychological safety nodig om te experimenteren en te proberen. Ik vind het een prachtige uitspraak van Mandela. I never fail. I either win or I learn. Maar als bedrijven echt willen innoveren, moeten zij de kost van het proberen, de kost van het falen, naar beneden halen. We kunnen niet wachten tot het finale Harvard Business Review binnenvalt en 7 stapjes implementeren. Het gaat niet meer over lessons learned, het gaat over lessons learning. We will have to experiment as we go along. We zitten nog maar helemaal aan het begin van die fantastische gouden 21ste eeuw. Wat hebben we al gezien? 4 dingen. Digitaal is normaal geworden. Geopolitiek is terug. We hebben heel eventjes een financiële crash gehad. En een virus heeft eventjes de hele wereld stopgezet. Maar we zitten nog maar aan het begin. We gaan ongelooflijke opportuniteiten hebben in die volgende jaren. En het zal goed en slecht zijn. Maar de reset zit volgens mij misschien tussen onze oren. Als wij gaan nadenken over de toekomst en over panden, dan moeten we die gebruiker centraal stellen. Moeten we de mens centraal stellen. Een gebruiker waar, kijk naar de skills die we gaan nodig hebben om die veranderende wereld aan te gaan, dat zal meer evolueren dan ooit tevoren. We zullen moeten leren, ontleren en herleren. Maar het belangrijkste is nog die mindset. Hoe kunnen wij die nieuwsgierigheid ongelooflijk in de verf zetten? Hoe kunnen wij endlessly open-minded zijn? Hoe kunnen wij die veerkracht erin bouwen? Hoe kunnen wij die creativiteit eindelijk gaan ontwikkelen? Hoe kunnen wij inderdaad de opportuniteiten van de day after tomorrow gaan uitbouwen? En misschien heeft het allemaal te maken met engagement. We gaan ook die passie moeten kunnen fuelen. Dat het niet alleen om het individu, maar over het collectieve gaat. Ik ben ervan overtuigd dat er een ongelooflijk mooie tijd op ons afkomt in die never normal. Ik ben natuurlijk een optimist. En een aantal mensen zullen altijd bang zijn van technologie. Ze zullen niet snappen wat er eigenlijk voor hun in kan zitten. Maar ik vind dit een prachtige uitspraak van Rachel Botsman. We hebben vertrouwen nodig. Trust is the confident relationship with the unknown. Maar we zullen het helemaal tot 11 moeten openzetten. De toekomst is hier al. Wat jullie doen met Beyond Eyes vind ik gewoon een prachtig voorbeeld van die toekomst en ik binnenbrengen in de realiteit. Maar laat mij eindigen met deze prachtige uitspraak van Maya Angelou. If you're always trying to be normal, you will never know how truly amazing you can be. Ik wens jullie bijzonder veel succes in the never normal. Dankjewel Peter. Goed om jouw presentatie te zien. Zeer inspirerend. Hartstikke goed. Ik heb nog even contact met je. Oh, nu zie ik ook de achtergrond. Je zit volgens mij met allemaal... Wat zijn dat? Dit zijn oude Apples of niet? Ik heb een kerk gekocht 2 jaar geleden. Ongeveer 10 minuutjes van ons huis. Ja. En die heb ik helemaal ingericht om mijn Apple-verzameling onder te brengen. Ik ben een van de grootste Apple-verzamelaars in West-Europa. Dus ik zit nu in de Apple Chapel, Rens. De Apple Chapel. Nou, dat ziet er heel goed uit, Peter. Hey, dankjewel sowieso voor jouw verhaal. Ik heb er aandachtig naar zitten luisteren. En je zegt, de wereld is enorm aan het veranderen. Toch even kritisch. Hè? Heb je niet... met zoveel toch wel een beetje last van chronocentrisme, namelijk het idee dat jouw tijd, waar wij nu in leven, dat altijd alle veranderingen in andere tijden doet verbleken. Want ik denk namelijk dat je als je 100 jaar geleden had geleefd, dat je dat ook dacht en dat je in de jaren 60 van de vorige eeuw dit ook hebt gedacht, in de jaren 90 van de vorige eeuw, die ik ook heb gedacht. Dus waarom zou het nu zo anders zijn? Misschien is het niet anders. Ik heb het voorbeeld genomen van daar in New York, van die paarden en koetsen, en dan zien we ineens die auto voorbij komen. Dat waren gigantische veranderingen. We zaten op een industriële revolutie. We hebben ongelooflijke dingen meegemaakt in de voorbije 50 jaar als het op technologie en innovatie aankwam. Maar misschien is dat, Rens, nu wel het belangrijkste. Het blijft constant veranderen en we moeten constant aanpassen. En wat ik nu merk de laatste 10 jaar is dat digitaal was zo belangrijk
dat heel veel mensen dachten van, goh, als we dat maar gedaan hebben, dan is het afvinken en we zijn klaar. Nee, dat zou een hele foute inschatting zijn. Dus ik denk dat die constante openheid naar verandering, dat superbelangrijk is. Ja. Hey, je had het over, facilitair managers zitten hier naar te kijken, dus ik ben daar wel benieuwd naar. Jij zegt, als je kijkt naar die gebruikerservaring in panden, je moet daar bold in zijn, hè? Dus je moet iets durven. Oké. We zijn hier bij Beyond Ice, maar wees eens bold. Waar denk jij dan, geef eens wat voorbeelden, waar denk jij, hier zou je echt het verschil kunnen gaan maken als het gaat om die gebruikerservaring in een pand? Wel, ik heb vlak voor de lancering, zowel CSU als Heijmans die dan hun visie daarover gaven, volledig akkoord. Maar een van de belangrijke elementen daar is de data. We gaan meer en meer informatie krijgen. We gaan weten wie, waar en welke kant zit. We weten inderdaad de klas temperatuur. We kunnen alles meten. Jouw opmerking over het geluid is een hele goede trouwens. Maar wat gaan we daar nu doen? Ja. En het is niet alleen voldoende om te zeggen, we moeten meer data hebben. Nee, je moet dat echt kunnen vertalen. En dat zien we nu vandaag al, bijvoorbeeld in het online verhaal. Je hebt het ongetwijfeld ook al meegemaakt, Hans. De laatste maanden niet zoveel natuurlijk, maar je gaat naar booking.com, je bent aan het kijken. Je hebt uiteindelijk het hotel in Barcelona gevonden, denk je van, yes, ik heb hem. En dan krijg je twee weken lang nog advertenties voor hetzelfde hotel dat je eigenlijk al geboekt hebt. En dan denk je van, really? Dat is niet artificial intelligence, dat is colossal stupidity. En daar moeten wij inderdaad bold zijn. Omdat dan moeten wij, als we echt die belevenis van die gebruiker centraal willen stellen, als we die manier van ervaring helemaal anders willen krijgen, ja, dan moeten we echt het verschil maken. Ja. Maar Peter, want wij zijn elkaar ook wel eens een keertje in San Francisco tegengekomen, daar zitten al die techbedrijven. Zijn die kantoren daar dan echt heel anders? Wat als Apple een kantoor ontwerpt, nou sterker nog, dat hebben ze gedaan, wat zit daar dan in die ik, nou, flabbergasted, totaal anders. Wel, het nieuwe hoofdkwartier van Apple is spectaculair. Ik ga heel eerlijk zijn, er zitten ook wel een paar foutjes in. Eén, daar zit zoveel glas in dat daar mensen constant met hun neus tegen een vensterglas lopen. Dus dat is niet zo'n goed idee. Maar het gaat erom dat wij in Europa niet moeten kijken naar wat daar in Silicon Valley gebeurt. Dat vind ik persoonlijk altijd iets waar ik mij aan gestoord heb. Ik ga vaak naar Silicon Valley, ja. Of ik ging vaak, of naar China. Maar aan de andere kant, wij moeten ook wel trots zijn wat wij hier kunnen doen. Hè? Dus ik denk niet dat wij per se in Cupertino moeten kijken hoe het kantoor eruit ziet. Trouwens, ik vind de panden in San Francisco meestal ongelooflijk ouderwets. Mm-hmm. En daar kunnen wij volgens mij in Europa echt wel hun een poepje laten ruiken. Ja. Zijn die panden in China dan wel heel anders of ook niet? Dat moet ik wel zeggen. Ik ben toch meer onder de indruk van China. Ik heb daar gebouwen gezien. Ik was 2 jaar geleden op reis met een aantal professoren die burgerlijke bouwkunde. En die zeiden van ja, onze beste studenten die sturen wij nu naar China, want daar kunnen ze nog dingen bouwen dat wij in Europa bijna niet aandurven. Dus in China staan ze daar volgens mij wel een heel pak verder. Ja. Hey, jij zegt ook wendbaarheid is belangrijk, hè? Nou, als er nou één ding is in gebouwen, is het natuurlijk, nou ja, misschien zeg ik iets heel stoms, maar het staat redelijk vast. Tenminste, zeker de buitenmuren. Wat bedoel jij met wendbaarheid in deze wereld? Wel, ik denk, je hebt gelijk. Hè? Een pand, dat is natuurlijk een ongelooflijk asset met heel veel staal en cement en beton en van alles. En dat kan je niet zo makkelijk ineens gaan aanpassen. Maar het feit dat je nu inderdaad daar een soort van intelligente laag binnenbrengt, ja, daar kan je wel wendbaar mee zijn. En ik neem het voorbeeld wat we gezien hebben in auto's. Een auto is ook iets wat je koopt en daar doe je toch een eindje mee. Dat gooi je niet na 12 maanden weer buiten omdat er een nieuwe versie is. Maar je hebt gezien, en Tesla is daar natuurlijk een van de voorlopers van geweest, die hebben gezegd van kijk, we gaan constant updates doen. We gaan constant nieuwe features, nieuwe experiences gaan aanbieden. En eigenlijk is zo'n asset die vroeger, je kocht het en dan moest je het dan 10 jaar mee doen, dat wordt iets wat eigenlijk constant aangepast wordt aan de realiteit. Ja. Nieuwe ideeën, nieuwe features. En dat kun je met een intelligent pand ook doen. Je kan die bijna letterlijk elke nacht gaan updaten om eigenlijk die ervaring nog scherper en nog beter te gaan krijgen. Ja. Ja, ja. En dat is wat vond ik wel grappig om net even te horen met de beide heren. Ja, vroeger toen je een pand opleverde en dan bidden dat de airco het doet. En dan horen we wel weer of er iemand zegt of het ergens Sibirisch koud aan het worden is. En dan gaan we daar maar in de gang. Nu kun je veel meer
zeg maar, intelligenter overnight dingen aanpassen. Maar we moeten inderdaad inzetten op die intelligentie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het meest frustrerende zou zijn dat wij allemaal slimme panden hebben, maar dat wij het gevoel hebben van, maar ik ben daar niet gelukkiger door. Ja. En vandaar, ik vind Building Happy People een prachtige catchline van Beyond Eyes. We gaan dat moeten doen, want we komen terecht in een wereld online meet offline. Hè? Die wereld van het fysieke van het pand, dat wordt geconnecteerd met al die slimmigheden. Maar we gaan dat wel moeten vertalen naar iets waar de gebruiker iets aan heeft. Ik refereer naar de prachtige uitspraak van Peter Thiel, die zei, they paint cars and they gave us 140 characters. Maar dat zou wel heel jammer zijn natuurlijk. Dat zou heel jammer zijn als we dat met inderdaad slimme gebouwen gaan doen. Peter Hintze, dankjewel. Ik zit even kijken, komen er nog vragen binnen? Nee, alles hebben we ongeveer behandeld. Ik kan me zo voorstellen dat jij, Peter, nu rond gaat lopen in die kerk en nog even al die apples oppoetsen, toch of niet? Ja, dat is, het is superplezierig om hier in die rust van het religieuze toch eindelijk dat technologische op een vintage manier te beleven. Maar tech is the new religion, dus een kerk vond ik een prima plek om dat te combineren. Goed, nou, Peter, dankjewel. Peter Hintze was dat. Dankjewel, Rens, en veel succes nog. Ja, dankjewel. Goed je te zien. Goed, wij gaan terug naar Beyond Eyes. Daar gaan we het met jullie over hebben. Een bijzondere samenwerking dus tussen CSU, tussen Heijmans en met allerlei andere partijen. En daar gaan wij nu verder over praten. Wat ik u kan aanraden is om nog eens een aantal vragen te gaan stellen. Ik krijg er al heel wat binnen op de iPad, dus gaan we dat vooral doen. En ik ga een aantal mensen weer opnieuw naar voren halen om verder te praten. Dat zijn er drie. De eerste is gespecialiseerd in het opzetten van nieuwe bedrijven met grote corporates. De andere is Director Business Development bij Heijmans. En de andere is lid van de Raad van Bestuur bij CSU. Dames en heren, u mag een virtueel applaus geven. Rachel van der Linden, Ton Fleuren en Nesmee. Fischeroe, kom erbij. Kijk, daar komen ze veel plezier aanlopen. Eens even kijken of we dat allemaal op anderhalve meter krijgen. Ja, Tom, ja. Jij zit sowieso op anderhalve meter. En hier, even, je moet even je hand uitsteken. Dat je, kijk, raak je? Ja, zo is het goed. Oké. Okay. Right, ja, keurig. Goed, allen van harte welkom. Leuk je te zien. Ton, ik begin even met jou. Ja. Want jij zei, we hebben elkaar eerder gesproken. Je zegt, ik vind dit een hele bijzondere samenwerking zo, hè? Heijmans, CSU, maar ook andere partijen erbij. Ook als je kijkt naar de geschiedenis. Nou, hoef ik niet de hele ochtend te gaan navelstaren, maar toch eventjes. Hoezo is dat belangrijk dan? Nou, we hebben straks verteld, we hebben een nieuw familiebedrijf. Ja. En familiebedrijf was niet het doel, maar het blijkt een fantastisch en mooi middel te zijn. En het is ook een hele mooie metafoor, want vrienden kies je en die komen en gaan. Ja. Familie heb je. In goede en slechte tijden. Ja. En wat Ton Hiller straks al zei, we zijn begonnen met BeSense. En we hebben geëxperimenteerd, we hebben heel veel klanten aangesloten, we hebben geleerd. Maar we zagen ook wat er extra nodig was. En het was niet technologie. En building happy people, het gaat om gebruikers blij kunnen maken. En dan moet je diensten bij elkaar gaan voegen. En dan moet je in samenwerking gaan doen. Niet vanuit macht en vanuit regels, maar vanuit samenwerking, vanuit gevoel voor elkaar hebben, naar elkaar willen luisteren. En vanuit daar een samenwerking naar klanten aanbieden waar je zegt, het gaat niet om ons, het gaat om jouw medewerker. Ja. En ons doel is om hen blij te kunnen maken. Ja, oké, okay. Esmee, ben je het daarmee eens? Is dat inderdaad het grote doel? Ja. Ik ga meteen even kijken of er twee spot in de familie is. Ja, maar dat is wel mooi zin. Als ik nou zeg, ik weet niet wie die vent is, maar ja. Nee, ik kan er niet meer dan met Ton eens zijn. Ik heb er persoonlijk ook heel erg veel plezier aan beleefd om juist te kijken naar waar onze kracht zit, dat weten we meestal wel te duiden. Maar de kunst is om te zoeken naar waar zit dan die kwetsbaarheid, wat beheers jij gewoon nog niet goed. Mm-hmm. Ik vind het zelf belangrijk om dat ook te durven zeggen. En dan te kijken hoe de ander jou daarin kan gaan helpen. Dat samenbindend. Ja, en even voor mij, want dat zei ik net al ook al tegen John en Ton. Het is niet alleen jullie samenwerking, daar zitten ook allerlei andere bedrijven in geklikt, toch? Moet ik dat zo zien of niet? Ja, nou ja, zo zijn we natuurlijk begonnen, ook met een partij die ons heeft geholpen bij het ontwikkelen van de sensoren. Want dat is iets wat nog Heijmans, nog CSU zelf kan. Maar uiteindelijk denk ik wel dat wij het met de kracht van deze twee bedrijven gebracht hebben tot het punt van vandaag. Ja. En eigenlijk zijn we alweer bezig met de day after tomorrow. Namelijk nadenken, ja, welke andere partijen willen er met ons mee gaan doen? Ja, daar staan jullie ook open voor, als ik het zo... toch? Hoort dat te popelen, zelf. Ja, natuurlijk. Dit is jouw popelgezicht. Ja, nee. Je bent een familie, maar je wilt een grotere familie. Ja, dat is wat je met elkaar beoogt. Want daarmee kun je je portfolio aan diensten
kun je breder maken. Ja. En wie kan daar ongelukkig van worden? Ja. Nou, wij niet. Goed, hey, Rachel, ik ga even naar jou. Jij bent van Create Inc, hè? Zo moet ik het zien. Wat doen jullie precies? Wat wij doen is in samenwerking met corporates en bedrijven zijn we bezig met vernieuwingen. Mm-hmm. Waar we ontzettend in geloven is dat je innoveren alleen van binnenuit dat niet werkt. Ja. Maar dat je juist aan de flanken en de randen van organisaties, en zeker, daar worden wij heel blij van, in samenwerkingsconstructen kijken naar de toekomst en daarop inspelen. Dat is wat we met Creating doen. Ja, hartstikke goed. Hey, je ziet hier twee grote bedrijven die dat samen doen. Waar ik altijd bang voor ben, is dat we de eindklant uit het oog verliezen. Dus, oh ja, god, wij zijn zo lekker samen bezig. Nee, daar is iemand die we gelukkig moeten maken. Hoe zorg je ervoor dat dat blijft gebeuren in zo'n construct als deze? Voor mij is de klant altijd het startpunt van het ontwerpen van toekomstgedreven organisaties. Mm-hmm. Dus daar beginnen we altijd mee. Hè? Dus waar je vaak ziet dat organisaties een beetje van binnenuit. Hè? Zo begon Heijmans en CSU ook met sensoren, in de kern een technologiebedrijf. Maar dat is niet waar je kloppend hart zit. Daar zit niet je DNA van je organisaties. Dus wat we gezamenlijk in de afgelopen jaren hebben gedaan, is ook die transformatie van jongens, waar zijn jullie nou echt heel goed in? Mm-hmm. En dan is het juist die diensten, die klantgedreven diensten, leveren op die technologie. Ja. Dus het verbinden van die twee zaken, juist vanuit die klant en de klantwaarde. En uiteindelijk dus het geluk van die medewerkers. Dat is zoals we hem hebben opgezet. Ja. Even één ding, even naar jou toe. Ja. Kijk, je zei Heijmans. Jullie bouwen spullen. Hey, jullie houden van metaal en beton en schroeven en dat soort dingen. En nu hoor ik opeens, je moet diensten gaan leveren. Ja. You're in a completely different ballgame. Een tennisser die gaat voetballen. Ja. Ja. En het verhaal van Peter Hintze was net, denk niet lineair. Ja. Nou, dit is redelijk dit is niet even, lineair. Dit is niet lineair denken voor een bouwbedrijf. Ja. En daarom zijn we er ook zo blij mee. Want uiteindelijk, Ton zei, wij willen bouwen aan een gezonde samenleving. Ja. Dat kun je doen in je ontwerp, hè, en dat kun je doen in de schroeven. Maar dat kun je ook doen in de gebruiksfase van een pand. Ja. En daarmee ben je je portfolio van je bedrijf aan het verrijken. En daarmee word je ook een ander bedrijf, wat complementairder is dan het oude bouwbedrijf. Ja. En dit helpt ook ons om die nieuwe weg, want waar ligt de toekomst, dat weten we ook niet precies. Maar die nieuwe weg te ontdekken, zijn dit soort stappen enorm belangrijk. Ja, super. En voor een bouwbedrijf, bouwen heeft meer dimensies dan het timmeren en het tekenen van dingen. Ja, dat hoop ik. Esmee, ook voor jullie, hè? Want jullie zijn natuurlijk wel een dienstenbedrijf. Hè? Jullie leveren een schoon pand. Zeker. Maar toch, dit gaat wel even 6 stappen verder. Hè? Je gaat op een ander niveau ook een gesprek aan met je klant. Ja, zeker. Zijn jullie daar klaar voor? Jawel, want we zijn natuurlijk al een paar jaar aan het proberen met elkaar. Want ik noem dat wel eens naar voren struikelen. Dus dat experimenteren en dan ontdekken dat dingen niet goed lopen, daar leer je dus van. Hè? Ja. Dus dat is niet de lessons learned, maar de lessons learning. Ja, zoals Peter Hintze mooi zei. Kijk, wat mij heel erg aanspreekt is dat never normal. Mm-hmm. Dat never normal. Als wij ons hadden neergelegd bij wat normaal is, hè, CSU is weliswaar een dienst, maar wij maken schoon. Als wij niet hadden durven dromen over dat schoon ook echt bijdraagt aan een gelukkige en een gezonde en een gastvrije samenleving, dan hadden we vandaag niet gestaan waar we nu staan. Ja. En als we dat gesprek niet hadden durven aangaan met klanten, dan gaan we het ook niet naar het volgende station. Die foto krijgen, ja. 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 En even voor mij, hoe houden jullie voeling met wat die klanten willen? Door heel erg veel met ze in gesprek te zijn. Mm-hmm. Dat het eerst plaats, want er zit natuurlijk in het contact en dan denk je, ja, hoe doe je dat dan, hè, nu we even uit contact zijn geweest in coronatijd en dan merk je toch dat technologie bijdraagt. Want we hebben natuurlijk ook met elkaar gewoon zitten zoomen of zitten teamen. En dan merk je dat het best lekker kan vanaf het scherm. Dus niet alleen heel veel praten, maar heel erg veel luisteren. Veel vragen stellen. Zoeken naar de haakjes die er echt boven liggen. Hè. Dus het zit een beetje op dat purpose niveau. Ja. Van wat drijft nou een organisatie? Wat drijft onze klanten? Als ze op zoek gaan naar een schoonmaakpartner, gaat het dan om schoon? Of zeggen ze, we zijn eigenlijk op zoek naar een partner die flexibel is. Die begrijpt hoe ze het leven van onze medewerker op kantoor of in de trein of op een vakantiepark gelukkiger kunnen maken. Ja, ja. En dat is eigenlijk ook leuk, want dat vind ik persoonlijk het mooiste ook in mijn rol. Ja. Om te ontdekken wat er welke magie daar eigenlijk achter zit. Ja, precies. En wat het doel is van je klant, hè? Want dan kun je daaraan helpen. Ja. Even naar jou, Rachel, toch wel een beetje als een lichte buitenstaander. en jij loopt, kan me zo voorstellen, bij heel wat van die corporates binnen. En daar zitten al die mensen lekker creatief te zijn en ook gewoon af en toe achter hun computer te kloppen. Wat is jouw idee? Hoe krijgen we die mensen gelukkiger, meer welbevinden in die kantoorpanden? Wat kom jij tegen?
Ik denk dat er zijn een aantal zaken denk ik heel erg belangrijk. En een eerste gaat over iedereen kijkt vanuit zijn eigen visie en zijn eigen zijnswijze. En ook van waar die mee bezig is en verantwoordelijk voor is. Mm-hmm. Zo is de facility manager, heeft hele andere uitdagingen als bijvoorbeeld de uitdaging in de raad van bestuur. Mm-hmm. Raad van bestuur is nu vandaag de dag, je kan niet meer anders dan goed nadenken over duurzaamheid, over de zorg van je organisatie, over wat doe ik, ga ik Google achterna en sluit ik mijn hele pand of ga ik juist het thuiswerken meer faciliteren. Dus op verschillende niveaus heb je verschillende uitdagingen. Mm-hmm. En waar het zo interessant maakt, is die zaken met elkaar verbinden en die flexibiliteit ook opzoeken in zowel de diensten die je levert als hoe je het systeem hebt opgebouwd. Mm-hmm. Naar de toekomst toe nieuwe diensten aansluiten, daar is het platform aan de achterkant volkomen gereed voor. Dus op het moment dat je ziet dat een facility manager of een RVB-lid daar behoefte aan heeft, dan moeten we daar snel en flexibel op in kunnen, ja, kunnen schakelen. Ja, ja. Zullen we wat vragen? Jij wilde nog iets zeggen. Ik heb het gevoel dat jij iets wil aanvoelen. Ja, aanvullen. Dat heb ik nu gevonden. Dat voel je heel goed. Ja. Dat doen wij ook voortdurend met elkaar. Dat snap ik altijd. Ja, nou, als ik dan mag, ga je gang eens. Ik zou eigenlijk twee dingen willen zeggen. Want ik voel me eigenlijk wel geroepen om te zeggen, wij voelen onszelf niet als corporates. Dus ik zie onszelf eigenlijk meer als ondernemingen die gewoon een optelsom zijn van mensen. En die mensen moeten het met elkaar durven doen. En zo kijk ik naar een partner, maar zo kijk ik ook naar mijn klanten. Ja. Dus die klant is ook niet een organisatie die zich ergens laat marken door te zeggen, die zit in die branche, dat is een kantoor, dat is een financieel. Daar zitten mensen en die mensen, dat wil je eigenlijk uit de hersenpanden halen. Ja. Daar zit een behoefte en daar wil je naartoe. En dan nog één ding. Ja, ja, je haalt er twee. Ja, heel slim, ja. Over de medewerkers, want we hebben het graag over natuurlijk de pandgenoot, de gebruikers van een pand. En in ons geval, CSU Dienstverlening, gaat natuurlijk ook heel erg over de schoonmaakmedewerker. Mm-hmm. En, dat vind ik zelf van belang om te ontdekken hoe dat een paar jaar geleden nog ingewikkeld was. Ook omdat het zelf dacht, van hoe laat je nou een schoonmaakmedewerker met een iPad of zich door data laten sturen door zo'n pand. En nu zijn we een paar jaar verder en nu zien we dat het kan, maar dat het ook die mensen gelukkiger maakt. Want je doet ertoe, het geeft aanzien, het maakt jou het werken leuker en ligt aan die glimlach. Ja. Die werkt voor onze klanten. Ja, ja, leuk. Ik vind het heel leuk. Zullen wij een paar vragen doen? Is dat goed om te doen? Ja. Even kijken hoor. Soms is het heel praktische vragen die we binnenkrijgen. Ik kan u thuis of op kantoor, waar u ook zit, alleen maar aanraden om zoveel mogelijk vragen in te sturen. De grootste vraag, jongens, de grootste vraag die we binnenkrijgen is... Het moet allemaal anoniem zijn. Hè? De data, John zei het al, ik maakte een grap over meneer Jansen, u moet nu echt koffie gaan halen, kunnen we niet zien, et cetera, et cetera. Maar er zijn toch heel veel mensen die zeggen, ja, maar wacht even. Data delen is geweldig, maar hoe gaan jullie om met de privacygevoeligheid ervan? U geeft aan dat privacy belangrijk is, maar is de data niet te koppelen aan persoon doordat je weet wie er op dat kantoor zit? Kortom, er zijn best wat vragen over. Wie durft deze te beantwoorden? Laat ik proberen te beginnen. Ja. Want als hun twee aan het woord komen, kom ik er niet terug. Je staat ook op de verkeerde plek. Hè? Ja. Dan moet ik ook wel beginnen. Ja. Onze doelstelling is van begin af geweest, wij gaan nooit op personen meten. Nee. Dus wij meten niks wat bij jou hoort. Niet jouw telefoon, niet jouw iPad, niet jouw bewegingen. We meten de fysieke elementen in het pand, waaruit we kunnen afleiden dat er iemand heeft gezeten, iemand heeft vergaderd, iemand gebruik heeft gemaakt van bepaalde voorzieningen. En natuurlijk kun je, als je databases gaat combineren, kun je dingen gaan herleiden. Want er was maar één man aanwezig en die zat daar. Ja. Alleen, dan moet je wel die data beschikbaar stellen om het daarvoor te mogen gebruiken. Ja. En die data die wij verzamelen, die anonieme data, die wordt nooit gekoppeld met klantdata op een ander niveau, waardoor je dit soort herleidingen kunt doen. Ja, ja, daar proberen we zo super zorgvuldig in te blijven, want die privacy, het blijft in kantooromgevingen, wel een ding. Ja, is wel een ding, toch? Ja. Ik weet niet wie daar nog meer iets over wilde zeggen. Nee, ja, Ga je gang, als je gewoon pakken, hè, die ruimte. Ja, ik pak hem gewoon. Ik denk het interessant is, je spreekt vandaag ook al vaker over de term gebruiker. Ja. En voor mij blijft een gebruiker altijd anoniem. Mm-hmm. Waar wij het hier over hebben in wat we ultiem willen doen, zijn het echt die mensgedreven diensten. En dat vind ik een groot onderscheid. Dus we meten op gebruikersniveau, anoniem. Maar we zorgen er wel voor dat er mensgedreven diensten uit ontstaan. Dus dat we steeds meer leren
over wat relevant is ten bate van, van de mensen die gebruik maken van de dienstverlening. En de andere vraag dan, hoe kunnen we, ik heb toch veel vragen over data en over terecht. Privacy, nou terecht denk ik ook hoor. Kijk, je kunt mensen pas overtuigen dat dit een goed idee is, als die mensen ook denken, ja, maar dit is zo fijn. Ja. Dus je moet ze op een of andere manier overtuigen. Als iemand zegt, hoe denken jullie de kantoorgebruiker echt met een streepje te kunnen overtuigen dat de privacy gewaarborgd blijft? En dus ook waarschijnlijk, weet je wel, hoe gaan we ze ook de positieve dingen uitleggen? Want anders krijg je het gewoon niet door de OR heen, denk ik dan maar, bij mezelf. Ja, nou, het zit natuurlijk in het opbouwen van de gebruikerservaring, dat jij ervaart dat jouw pand, hè, als dat pand ook gaat praten, als dat ogen en oren krijgt, dat het daarmee veiliger voelt en gasvrijer. Ja. Dus daar zit hij in belangrijke mate. Ja. Dus bijvoorbeeld data die inzicht geeft in hoe vaak een bepaalde trapgang gebruikt wordt, of hoe vaak een bepaalde sanitair groep gebruikt wordt, die geeft aan hoe vaak jij dan ook die trapleun wel of niet gaat schoonmaken. Dus dat moet dat gevoel van veiligheid geven voorbij de sensor. En ik denk ook dat het helemaal niet gek is om hier nog heel veel met elkaar over te praten. Nou, of communiceren. Want kijk, ik vond juist die data over die wc-deur vond ik dus heel grappig. Ja. Maar deze trap is vandaag al 700 keer genomen. Dat is handig voor jou voor het schoonmaken. Maar ik vind voor vitaliteit eigenlijk ook wel belangrijk. Zeker. Ja. Dus is dat mijn idee? Of? Ja, nee, doe mee, Rens, wat dat betreft. Maar dit soort ervaringen die je ophaalt vanuit gebruik van kantoor, die moet je ook delen. Mm. En je krijgt er ook leuke dingen uit. Maar je kunt ook constateren dat die grote vergaderzalen die er nu nog staan, dat die niet meer passen bij de huidige dynamiek die kantooromgevingen vraagt. Ja. Waardoor je kunt besluiten veel meer kleinere vergaderruimtes te creëren. Ja. Waardoor gebruikers zeggen, hey, ze hebben opgelet. Want ik heb dit soort ruimtes juist keihard nodig. En ze komen er, terwijl ik er niet eens om gevraagd heb. Ja, precies. En dan krijg je een dynamiek. Ja. En dat kan om werkplekken gaan, dat kan om een belcellen gaan, het kan om dynamiek van schoonmaak gaan. En zo kun je heel veel praktische zaken voor gebruikers laten zien waar ze van zeggen van wauw, hier word ik blij van. Ja, top. Goeie vraag. Misschien even nog toevoegend. Ja. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de dienst Be Equipped, mm-hmm. uiteindelijk hebben we dat ook ontworpen vanuit de gedachte, hoe vaak loop jij niet zelf als gebruiker een ruimte binnen en ben je 10 minuten aan het klooien van zijn de stiften er nog? Oh ja, drama. Ja, dat is toch herkenbaar, toch? Of je denkt, je HDMI doet het niet, of er zijn geen stiften, of de broodjes zijn op, of afschrikkelijk. Ja, maar ook, of ik denk dat als je nou gaat kijken naar hoe je straks panden gaat gebruiken, is juist die bron van ontmoeting en creativiteit ongelooflijk belangrijk. Ja. He, dus dat die ruimtes goed equipped zijn om te gaan doen met elkaar wat je wil doen. Met het juiste eten, met de juiste spullen en dergelijke. En ik denk dat dat heel erg herkenbaar is voor veel mensen. Van je komt zo'n suffe kantoorruimte binnen om een hele creatieve brainstorm te gaan houden. Nou, ik zorg er altijd voor dat op het moment dat je creatief gaat brainstormen, dat je vaak buiten de panden bent, omdat het niet goed equipped is. Ja. Ja. Om letterlijk die hoofden gaat dat hopelijk verbeteren. Dat gaat verbeteren. Toch? Ik krijg een vraagje binnen en die is aan Rachel, maar ik denk dat anderen daar misschien ook wel iets over kunnen zeggen. Vraag aan Rachel, wat is volgens jou persoonlijk het grootste leerpunt om die B-Sense transitie te maken naar Beyond Eyes? Jij hebt dat natuurlijk gezien. Ja. Wat is het grootste leerpunt hier geweest? Nou, ik denk dat B-Sense is natuurlijk ontstaan vanuit, wat ik al eerder zei, technologie, sensoren. Daar komt letterlijk die naam ook vandaan. Mm-hmm. En als je gaat kijken, en mijn grootste verwondering was toen ik binnenkwam, is van er zijn twee ongelooflijk mooie, grote bedrijven die erachter staan, die ontzettend dienstverlenend zijn. En hoe maak je het nou echt relevant voor klanten? Ja. Is hartstikke mooi, die sensorentechnologie moet tiptop in orde zijn. Maar uiteindelijk moet het bijdrage leveren aan wat je aan de voorkant met elkaar doet. Dus ik vind het mooie in de transitie van de afgelopen jaren is dat we dat op elk niveau goed hebben doorgevoerd. Daar waar je kan delen met elkaar, bijvoorbeeld het platform, delen met elkaar ten bate van die klant uiteindelijk. Dus dat je hem op die manier opbouwt. Eén gezamenlijke serviceorganisatie. Dus dat je niet naar 26 telefoonnummers hoeft te bellen als klant. Dat soort zaken. Goed. Esmee, ik krijg ook nog een vraag binnen van Richard. Richard Knol, ken jij Richard of niet? Nee, ik weet niet of ik je nu beledig, maar ik denk het niet. Richard, we hebben al jaren mee geknikkerd. Ik ken Richard. Nee. Richard zegt, goede vraag. Die zegt,
Hoe flexibel gaat CSU zelf met zijn schoonmaakcontracten om? Want ja, we gaan nu flexibel gebruik maken van kantoren. We hebben ook COVID, we hebben post-COVID. Dus ja, misschien is er wel minder schoon te maken. Zou ik graag willen dat mijn rekening ook wat lager wordt? Ja, hoe werkt dat? Dat is een veelgehoorde vraag. Ja, en nu het antwoord. Er zit ook een combinatie tussen de aantallen vierkante meters, hè, die minder zouden worden terwijl je tegelijkertijd kijkt naar het intenser schoonhouden van je pand. Ja. Dus vierkante meters alleen zegt niet alles. Ik denk dat juist Beyond Ice ontzettend bijdraagt voor ons om ook te komen tot smart contracting. He, we hebben het veel gehoord over data, artificial intelligence. Hoe zorgen wij er nou voor dat we wendbaar zijn, flexibel, maar vooral ook de veerkracht tonen om mee te bewegen op al die veranderingen in de markt. Ja. En die data die gaat straks vanuit algoritmes ons helpen. Hè. Dan moeten we er wel voor zorgen dat het small data wordt. Daar wijst Helle ons dan heel fijntjes op. Ja. Maar die gaat helpen om te laten zien wat nou daadwerkelijke gebruik is. En dan kom je tot smart contracting. Of misschien wel, hè, we hadden het straks over San Francisco heel even. Ja. Ik heb daar een paar jaar geleden over blockchain gehoord. Toen dacht ik, nou, dit hoofdstuk sla ik even over. Ik heb echt geen idee. En in één keer zitten we met ons hoofd al in, zou blockchain een oplossing kunnen zijn om je contracten voor dienstverlening flexibel in te richten? Ja, oké. Okay. En duurzaamheid daarbij is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Mm-hmm. Hè? Want ik denk dat dat is natuurlijk het thema wat op alle niveaus super relevant is in organisatie. Hè? Als je precies weet waar je wel of niet gaat schoonmaken, is het per definitie duurzamer. Ja. En ik blijf dat zo'n begrip vinden waar iedereen het over heeft, maar wat je zo moeilijk kan vastpakken. Mm-hmm. Nou ja, op die niveaus ga je het ook steeds meer vastpakken. Nou, en even los van alleen maar schoonmaken. Ik denk duurzaamheid is ook energiegebruik. Ik ben blij dat jij me helpt. Nee, maar natuurlijk is er een relevantie tussen het gebruiken van werkplekken en het energieverbruik in kantoren. Ja. Die relevantie die ontbreekt vaak, want er zijn verschillende rekeningstromen, verschillende informatieberichten. Maar je kunt ze samenvoegen. Mm-hmm. En dan kun je ook kijken van, past mijn energieverbruik ook bij het kantoorgebruik wat ik nu heb? Ja. En als daar een afwijking in zit, wat ga ik dan doen? Want dat betekent dat er iets... Ergens lekt er iets weg dan. Dan lekt er iets weg. Ja. En als je daar proactief weer naar kijkt, bij op het gebied van duurzaamheid natuurlijk, ook als eigenaar, als medewerker, werk je dan in een kantoor waarvan je zegt, nou, hier gaan we in ieder geval heel bewust om met alles wat we nodig hebben. En dat is inclusief energie. Nou ja, en laten we eerlijk zijn, als je kijkt naar CO2-uitstoot, waar we toch met z'n allen, gebouwde omgeving en kantoorpanden, is toch de grootste. Een big emitter natuurlijk. Ja. Ik krijg wat andere vragen binnen. Nogmaals, dank voor het insturen van uw vragen. Daar zijn we heel erg blij mee. Iemand vraagt zich af, dit is Iris die zich afvraagt. Is Beyond Ice ook inzetbaar buiten kantooromgevingen? Bijvoorbeeld ziekenhuizen. En die ziekenhuizenvraag heb ik al een keertje eerder langs zien komen. Dus is het, iemand? Uitroepteken. Ja? Het gaat erom dat wij in staat zijn om gebouwen te laten praten. En dat die gebouwen kunnen allerlei verschillende functies hebben. En de behoeften in die gebouwen kunnen ook heel anders zijn. Mm-hmm. Maar met dat snel kunnen dat gebouw leren praten, ben je in staat om voor die gebruikersgroep, ook de inzichten te geven die zij nodig hebben. Ja, ja. Want een ziekenhuis wil iets anders weten dan dan in een standaard kantooromgeving waar een bank of een verzekeraar in zit. Zeker. Ja, een ziekenhuis moet s'avonds ook warm zijn. Ja, dat moet ook s'avonds warm zijn. Ja. En die willen voor een cruciale ruimte dus precies weten wanneer het gebruikt is geweest. Ja. En welke piketkamers vrij zijn om te kunnen slapen. Ja. Nou, dus er zijn andere behoeftes, maar dan kun je dezelfde diensten invulling aangeven die we ook voor kantoren gebruiken. Ja, oké, helder. Rachel, jij werd net verwezen dat jij het altijd over, in plaats van big data, over small data hebt. Ja. Daar heb ik even een mental note van gemaakt. Heel goed. Want ik hoor alleen maar dat soort trendwoordjes, big data. En dan kom jij opeens aan, nee, het gaat over small data. Ja. Nou, ja, dat is dan niet de next big thing of the day after tomorrow. Ja. Nee, dat is eigenlijk het heel praktisch maken. Waar ik altijd in geloof, is dat je het echt altijd relevant moet maken voor klanten. En dat klinkt ook als een open deur. Mm-hmm. Maar in essentie is wat ik tegenkom bij veel grote organisaties, is die hebben hele afdelingen die bezig zijn met het vergaren van data. En die zitten dan op zo'n grote bak met big data. En ze hebben vaak nog geen idee wat ze daar daadwerkelijk mee gaan doen. Hè, dus dat is het verzamelen van allerlei etenswaren in je huis. Je hebt het idee van, ja, wat ga ik er eigenlijk mee doen? Wat ga ik ervan koken? Zo, dat gevoel. Ja. En voor mij is small data het echt relevant maken. Dus ook altijd de
de diepere belofte doen dat op het moment dat je die data hebt, dat je die ook ten bate gebruikt voor de klant. Dus iets wat in ik ben een van de oprichters van KNAP. Bij KNAP was dat de essentie van hoe je zo'n bank hebt opgebouwd. Mm-hmm. Ja, dus de data die je hebt, gebruik je 100% ten bate van je klant. En dat is precies wat we met Beyond Eyes ook doen. Ja. We gaan nog een paar minuten door en dan gaan we afronden. Dus mocht je nog een vraag hebben, stuur hem snel in. Welke andere partners in Beyond Eyes zijn er verder te verwachten? Ja. En benaderen jullie die zelf? En iemand anders suggereert, nou ja, als je zo lekker... Zou het interessant zijn, Roos, dankjewel voor je vraag. Zou het interessant zijn een familiepartner aan te haken die specialist is in digitale mensgedreven diensten. En dat tot een succes te maken, die dag meteen groots, Microsoft, Google, et cetera. Eerst eventjes, benaderen jullie zelf die partners of is het invitation only of dienen mensen zich elkaar? Eigenlijk beide. Dus wat bij mij nu blijft hangen is wie is die digitale data gedreven dienstverlener. Ja. Maar we benaderen natuurlijk wel partijen en dat doen we dan over dat asje van past dat ook in die familiewaarde. Ja. Zoals hecht, mensgedreven, aandachtig. Ja. Dragen ze bij aan onze gemeenschappelijke delen, namelijk mensen... gelukkiger en een gezonde werkomgeving bieden. En ik denk dat vandaag een goed starting point is om ook ons te benaderen met ideeën en inzichten en vragen. En we zoeken eigenlijk op twee manieren naar partners. En dat kan gaan over partijen die wellicht al in staat zijn om data te collecteren en dat ergens kwijt willen. Maar dat kan ook gaan om wat meer zachtere diensten, zoals gezondheid en voeding. Ja. Wij weten ook niet alles, hè? Nee. Laat me heel erg graag verrassen. We laten je ons inspireren. Ja. 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 Oké, okay, heel goed, heel goed. Ton, jij wilde nog iets zeggen? Nou, precies wat Esmee zegt. Uiteindelijk gaan we natuurlijk ook gericht zoeken. Maar het is nog veel leuker als je wordt verrast. We worden benaderd en zeggen, hey, ik kan op het gebied van afval mag je niet meer zeggen. Het is tegenwoordig grondstoffenmanagement en voeding. Volgende schaal. En dat zijn allemaal werelden. Ja. Die aansluiten bij die gebruiker. En als je die bedrijven met die mindset die Esmee net vertelde kunt koppelen, dan kun je enorme versnelling bereiken. Ja. En er zijn geen belemmeringen. We gaan een aantal gesprekken gewoon voeren. En dan kun je heel snel die aansluiting zoeken. Want die versnelling die nodig is, ja, die moet ook uit die partners gaan komen. Ik heb nog even een vraag. Rachel, ik paas hem naar jou toe. Bijna de laatste. Ik combineer even twee opmerkingen. Iemand die zegt gebouwen die praten. Is deze informatie ook te gebruiken om bijvoorbeeld de conditie van het gebouw zelf vast te stellen? En dit bijvoorbeeld in te zetten om de waarde van vastgoed te bepalen? Ja. En iemand anders zegt erachteraan, wie is eigenlijk de klant en hoe verdient zich die terug? Want de meerwaarde zit bij de gebruiker, maar die betaalt niet. En dat is denk ik de medewerker, die betaalt natuurlijk niet. Dus ik wilde dat even combineren. Nou, ik denk dat je, om even de eerste vraag te beantwoorden, dat is natuurlijk... Kijk, dit soort organisaties kan je alleen maar bouwen op het moment dat je echt goed gebruik maakt van de kennis en expertise van de achterliggende moeders of vaders, of hoe we het dan ook noemen. Heijmans is natuurlijk uitstekend in staat om te weten wat panden nodig hebben. Hoe de staat van panden is. Van origine een bouwclub die zich nu begeeft op het vakgebied van het exploiteren van panden. Dat is natuurlijk een mega transitie, ja, waar Peter het ook over heeft. Maar ja, natuurlijk, als jij die data hebt over panden, weet je uiteindelijk heel erg goed van hoe is de conditie. En dat gaat van veiligheidsconditie tot aan uiteindelijk ook bouwconditie. En dat is ook een ontwikkeling die voor de hand ligt, die er gaat komen. Ja. Ja. En dat andere punt, degene die hier echt enorm van profiteert, is de gebruiker, namelijk de medewerker. Die wordt natuurlijk meer blij. En ik denk ook best wel een beetje productiever, gok ik zo. Ja. Maar goed, leer mij die CFO's kennen. Dat zijn niet de makkelijkste mensen in de wereld. Hè? En daar moet deze facilitaire manager, die moet daar dan wel heen. En zeggen, ja, nou, ik heb een idee. Ik heb net gezien, Beyond Eyes, hartstikke goed. Die zegt onder de steen, maar wat levert dat dan op? Nou ja, hoe gaan we dat over de bühne krijgen? Nou, ik denk dat het sowieso richting een CFO altijd goed is om je calculaties bij de hand te hebben. Ja. En als die facilitaire manager naar zijn CFO komt, is het denk ik van belang om te zeggen van, joh, als die sensoren er eenmaal zijn, bijvoorbeeld om dingen te meten, dan is het heel erg fijn en relevant dat een nieuwe dienst daar makkelijk op aan kan pluggen. Mm-hmm. Dus dat voordeel van de combinatie van het collectief van diensten komt natuurlijk uiteindelijk ten voordele van
ook die CFO, om het zo maar even te noemen, en die organisatie. Ja. De sluitvorming schuift ook op, hè, naar de HR-kolom en de algemene directievoering. Ja. Dus dat is ook een beetje de never normal. Dat komt ook uit het onderzoek, hè, het nationale benchmarkonderzoek wat wij houden. We in juist ook algemene directies en in het verlengde daarvan HR en facility management vragen. Vertel mij hoe ik dit pand nu verder ga benutten. Ja. Is dit een clubhuis? Hoe gaat het helpen bij ontmoeten, bij samenbinden? Dus het is niet allemaal alleen maar gedreven vanuit de financiële waarde van de CFO. Nee. Nou ja, en misschien is juist leert. Wel een fijn vinkje. Het is wel, nou, maar en het leert ons wel in deze tijd dat we een kantoor eigenlijk heel erg belangrijk vinden. En ik denk wel dat we harder gaan nadenken. Hoe willen we dat kantoor in de toekomst eigenlijk gebruiken? Zeker. Toch? En als jij een business case hebt of een verhaal hebt van jongens, wij gaan ervoor zorgen dat die mensen zich prettiger voelen. En prettigere mensen zijn meestal wel een stuk productiever. Dan worden we er blij van. Ja, en dan heb je ook meteen het gesprek over waarde voordat je gaat geleiden op de of hoeveel kost dat nou precies? Wat jij niet ziet, Rens, maar ik wel. Je hebt wel zin. Ja, maar het is goed dat je even helpen. Je bent zo gefocust op links. Ja. En ik wou het hebben over. Wij hebben ook allebei CFO's in onze bedrijven. Hele leuke mensen. Het zijn leuke mensen. Ja, leuke maar mensen. Die lieten zich ook niet meteen overtuigen toen wij zeiden van, nou weet je, de Beyond Ice. En toen hebben we het wel gesprek over waarde gehad. En het gaat over de waarde die je toevoegt. En die deel keihard in euro's uit te drukken is. En een deel zit het in wat zachtere factoren. Maar die zachtere factoren worden steeds belangrijker in deze tijd. En dan zie je dat je dat gesprek ook met hun steeds beter kunt voeren. Mooi. Ik ga bijna afronden. Zijn er nog dingen die niet ter tafel, wat verder ter tafel komt? Is er nog iets wat je is mee, Rachel? Dit is een heel belangrijk moment. Maar aan de andere kant sluiten we een periode af, maar dit is eigenlijk de start van een totaal nieuwe periode. Ja. Dus dit is een mooi markeringsmoment voor een heel nieuw begin. Ja. En nu is het aan ons om samen met klanten, met alle kijkers samen te kijken van, wauw, wat kunnen we hiervan maken? Ja. Welke beloften kunnen wij nu met elkaar gaan invullen? En dus het is een afsluiting van de periode, maar meteen weer een enorme mooie start voor een nieuwe. Het voelt voor mij als een totale nieuwe start. Dus jij daar nog iets aan toe te voegen? Ja, dan zou ik daar graag de andere kant van de medaille nog in willen benadrukken om juist ook het tegengeluid. Ik kan me best wel voorstellen dat mensen nu zitten te kijken en denken, nou, ik geloof het nog niet zo, wat is het nou echt? Dan denk ik, benader ons gewoon via de website of mensen die even ons drie kennen, Richard Knollen bijvoorbeeld, bel mij op. Ja, Richard. Want we staan heel graag in verbinding om te horen van waar nou je mogelijke bezwaren of vraagtekens nog zitten. Dus laat hier gewoon klinken. Goed. En even de website, beyondice.com. Ja. Mensen waren aan het zoeken, beyondice.com. Hij is live. Dus je kunt er alles op kwijt. En goed. Helder, denk ik zo, toch? Jij nog een laatste? Nou, een afsluitende opmerking, denk ik. Wat we wel een stukje benadrukt hebben, maar wat ik echt zie is als twee organisaties en ook uitnodigend voor andere organisaties met een dusdanig mensgedreven DNA, zeg maar gaan samenwerken. Ik geloof wel dat dat de nieuwe toekomst is. Ja. He, die 3.0 netwerkorganisaties waar Peter het ook over heeft en vele anderen, dat zit hem wel in het samenwerken met elkaar voor die klant. Goed zo. Nou, de mensen hebben dat denk ik gevoeld en gehoord. Dank jullie wel, allen.